Weet niet hoe Rico erin instapt na twee jaar en na die blessure. Als hij de oude Rico is, dan wordt het heel moeilijk. En toen sloeg ik hem, KO, na een half minuut. De kampioen die er al tien jaar zit, zou er vanaf gestoten kunnen worden. Welkom bij de Lotgenoten Podcast. Mijn naam is Jaro, naast me zit Koen. En tegenover ons zit vandaag een grote gast. Een uh, toffe gast, Levi, welkom. Yes, dank jullie wel. Leuk dat well. je er bent, man. Thanks, dank je wel. Levi, je hebt niet al te lang geleden gevochten, gewonnen. Ja. Uh, jouw tegenstander tegen wie je zou vechten, viel op het laatste moment uit. Maar uh, daarnaast vond ik wel een mooie partij neergezet. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat je ook weer op zoek bent naar uh, weer een nieuwe uitdaging. Ja, het was, uh, het was een rollencoaster. Ja, daar zei uh, Martin Terz. Dat hij zei af, uh, vijf uur voor de wedstrijd. Dus eigenlijk niet vechten. Um, ja, dan zak je even in een, uh, in een, uh, in een gat. Weet je, je zit hier qua, qua spanning, je bent mentaal helemaal voorbereid. Uh, een paar uurtjes wordt gevecht en dan hoor je van, joh, het gaat niet door. Um, ja, dat is pittig, want je hebt er keihard voor getraind. En dan krijg je een paar uur later uh, de optie om toch te vechten tegen, ja, eigenlijk iemand, uh, onbekend iemand. Uh, ja, niet per se van niveau. Um, en je gaat toch wat twijfelen, ga ik dat doen? Snap je? Want in principe, ik kon niet, ik, ik heb niet echt gewonnen die wedstrijd. Ik kon niet winnen, want die jongen was onbekend, niet van mijn ja. niveau. Hij was een stukje lichter ook. Um, dus eigenlijk is het alleen maar een soort van risico wat je loopt. Mm -hmm. um, maar ik dacht, van, ik ben helemaal in Bulgarije. <laughs> ja. Ik ga niet zonder te vechten naar huis. Uh, dus toch gedaan en uh, ja, het was snel afgelopen. Um, dus het is oké, okay, het had zo moeten zijn. Uh, ja. Ik heb de ring weer gevoeld, dat was belangrijk. voor mij. Ik had een jaar niet gevochten natuurlijk. Um, dus ik heb alles weer een beetje gevoeld. Uh, na een jaar de ring weer in. En uh, het is oké. Okay. En nu inderdaad hopen dat ik wel... Uh, hopelijk in december een uh, wat betere tegenstander krijg. Nice, ja, nice. Mooi. Top man. Ja. ja, want voor de mensen die jou mogelijk niet kennen. Jij ja. bent momenteel nummer drie ranked in heavyweight ja. bij Glory. Ja. Jouw professionele record is volgens mij 15 om 1. Ja, klopt. Ja. En bij Glory is dat vijf om één zeg ik dat goed? Poeh, uh, ja, dat misschien hier staan. Ja, even een. Ik heb het hier staan. ja, vijf. Ja, vijf. Ja, 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 het is goed. Ja, ik heb net ja, ja, een ja. nieuw contract getekend, ja. Ja. Uh, ja. ja voor twee jaar, uh, zes wedstrijden. En dit was de eerste ervan. Dus uh, zitten er weer in, man. Ja, Kijk, ja, sterk. Zin ja. in? Ja, zeker, man. Het is ja. weer. Uh, ik had het jaartje even nodig. Um, tweeling gekregen, weet je, voor de eerste keer vader. Is een heel ander leven. Was pittig. Um, en ik zat er een jaartje geleden ook wat, wat, minder, wat minder goed in. Ik merkte dat ik het uh, niet meer per se voor mezelf deed, maar meer voor anderen. Ja. Um, ik had een blessure. Um, ja, dus er kwamen heel veel waren, ja, verschillende aspecten die ervoor zorgden dat ik het allemaal niet meer uh, helemaal zag zitten. Dus ik heb ervoor gekozen om gewoon even voor de kids te zijn. Even een jaartje ertussen uit. En dat heeft, uh, heeft me heel goed gedaan. Ja. Ja. Dat heb ik wel. Ik hoorde je inderdaad ook in een gesprek met uh, Tony zeggen. Tony Barberio, die kennen we ook uh, ja, ja, ja. goed. Dat je, dat je op een gegeven moment merkte dat je die discipline kwijt was. Ja, ja. Hoe, hoe merkte je dat? Waar komt dat naar voren? Um, ja, wat ik net al zei. Het, 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 het was niet meer uh, willen. Het voelde als moeten. Ja. En als dat je beginpunt is, ja, dan, dan, dan wordt het allemaal een sleur. Weet je? Dan moet je jezelf naar die gym trekken, um, ja, dat merk je gewoon dat je niet echt meer zin hebt om te trainen. Het vuur is een beetje uit. Um, en al die dingen die erbij komen kijken, het eten, ja, daar, daar heb je gewoon minder zin in. En in die staat heb ik wel nog een wedstrijd gevochten toen uh, tegen Kuki tegen Osaro. Ja. Um, die partij ging ook niet zo goed, dus daar was ik ook niet tevreden over. Um, ja, En dan ga je denken van oké, okay, er klopt iets niet. En toen heb ik ervoor gekozen om even, even een stapje terug te doen. Ja. Ja. Best wel um, een lastige keuze kan ik me voorstellen. Ja, 100%. Want was de keuze voor jou: ik neem een jaartje en dan keer ik weer terug? Of was het: ik neem een stap achteruit en ga kijken wat er dan komt? Precies, ja. Ik, uh, ik koos er gewoon voor om even te kappen, even uh, ja. niet te trainen, even geen wedstrijden, uh, even met de kids zijn. Um, en dan zien wat er gebeurt. En ik merkte na een paar maanden dat het vuurtje wel weer begon te branden. Ik begon weer zin te krijgen. En dat, dat had ik nodig, weet je, dat miste ik. Ja. Um, en het, dat begon eigenlijk allemaal met een gesprek uh, bij Special Force met Erik. Die zei: van voor wie doe je het? Snap je? Doe je het voor jezelf of doe je het voor uh, de mensen om je heen en mensen die verwachten dat je dit doet. En daar zat een beetje die twijfel een beetje begonnen. Ja. Uh, en zodoende. Maar het is wel mooi dat je dan eigenlijk. Tijd ervoor nodig hebt om eventjes jezelf te vinden, maar dan heb je jezelf gevonden en ben je ook besluitvaardiger. Dan ja. weet je weet zeker dat Precies, je het ja. En die twijfel is dan helemaal weg. Helemaal weg, ja. ja. Mooi. Ja. Was dat gesprek met Erik? Uh, dat is Erik weg geweest. Daar ja, zitten we toevallig ja. morgen mee. Uh, oh, oh dat is toch wel leuk. Ja. leuk dan. Als je Special Forces VIPs kijkt, hè, dat ja. tv-programma voor mensen die het niet kennen, ja. um, heb je het idee dat hij. Best wel levensveranderende gesprekken kan hebben met mensen. 100%. Dat je denkt van. Maar dat dat echt een unieke skill is van hem. Was dat ja. voor jou ook echt dat je ja. denkt van: ik heb nog nooit zo met iemand gesproken? Nou, ik heb een mental coach. Dus ik, ik, mm -hmm. wel, ik heb wel ervaring met inderdaad zulke gesprekken. Um, maar voorafgaand aan Special Forces keek ik wel heel erg uit naar het één-op-een -een gesprek. Dat was ja. bijna een soort van de reden <laughs> dat ik het wilde <laughs> ja, doen. En daarom ja, ja. vond ik het Fram ook zo mooi. Toch al die gesprekken uh, die hij had met mensen. En dat er echt gewoon dingen gebeurde bij die mensen. Mm -hmm. um, ja, en bij mij was dat ook iets heel groots. Want daar begon inderdaad dat, dat, dat stukje, het ging dan over zelfliefde, dat die discipline daarbij uh, begon. Um, en daar heb ik heel veel van geleerd. Ja. Voor de rest van mijn leven in principe. Want kun je dat is Ik weet niet of je het voor jezelf al helemaal kunt uitleggen, maar jij zei dat inderdaad van... Ik heb gezien dat discipline eigenlijk voortkomt uit zelfliefde. Ja. Vond ik een unieke kijk op ja. discipline, want... Ja. Hoe ik heel veel naar discipline gekeken heb, is het bijna eigenlijk tegenovergesteld. Moeten, moeten, ik, moeten. ik moet hard trainen, ja, ik moet in ja. een ijsbad. Ik moet dingen ja. doen die ik kut vind. Ja. Een beetje tegenovergestelde, ja, van tegenovergestelde van zelfliefde. De, ja. Hoe heb je daar nu een andere betekenis aan gegeven dan? Um, ja, dat, dat tegenovergesteld is willen, het echt mm. willen. Ja. Um, en zelfliefde is een stukje van ja, wat, wat wil je in het leven? Wat wil ik? Dat staat gelijk aan zelfliefde. En als je dingen doet volledig vanuit zelfliefde is er eigenlijk geen discipline nodig. Want je doet het vanuit jezelf. Er is geen druk nodig, er is geen moeten... want je doet het graag. Mm -hmm. Dus dan, dan valt eigenlijk de discipline... een soort van weg en gaat het automatisch. Dus, en dat was het vuurtje... wat ik miste. Ja. Het, echt, het echt willen. Hoe doe je dat op momenten... dat je er nu soms geen zin in hebt? Want er komt altijd denk ik... een bepaalde mate van moeten bij kijken. Precies, ja. Dat blijft altijd, vooral in het topsport. weet je. Mm -hmm. Er zijn vooral... Voor een wedstrijd die laatste, laatste weken, waar, waarin het wel een beetje een sleur wordt. Snap je, je hebt al maanden keihard getraind en dan moet je die laatste weken nog even mm -hmm. doorpakken. Dan, dan, dan is er altijd een stukje moeten, ja. snap je. En, en uh, elke dag die havermout in de ochtend, die komt <laughs> ook een keer je neus uit. Ja. Dat wordt ook een stukje moeten. Um, en dan, dan, wat bij mij werkt, is gewoon die droom. Man. Die droom, ja. weet je, daar, daar, daar begint het grotendeels mee. Ik heb gewoon een droom die ik al jaren heb. Um, en die geeft me het meeste uh, vuur. En daar doe ik het uh, allemaal voor. En wat is die droom? Dat is kampioen worden bij Glory. Kijk, weet je? En ik heb, ik heb verschillende dromen gehad. Weet je? Eerst was het überhaupt bij Glory vechten, dat is gelukt. Een ja. uh, andere droom was um, kampioen worden bij Infusion, dat is twee keer gelukt. Um, en zo maak je steeds nieuwe doelen. En die, die zorgen voor dat, dat vuurtje wanneer het even moet en even zwaar wordt. Ja, mm, ja. Ja. Ik denk dat het ook wel mooi is om zo meteen te praten over... Het hele begin, hoe het allemaal is ontstaan. En nu we toch wel praten over je droom, <laughs> heb je ook een plan om je droom te behalen? Zeg maar. Heb je het al wat beter nu zichtbaar Welke stappen mogelijk gaan komen om daar dichterbij te komen? Zijn? Ik, ik had altijd voor mezelf gezegd, voor mijn 28e wil ik kampioen worden. Ja. Dat gaf me een soort van uh, ja, een soort van puntje op de horizon om naartoe te werken. Uh, maar ik heb nu ook wel gezien dat het in deze sport heel moeilijk is om er een soort van tijd aan vast te zetten. Bijvoorbeeld door zulke gebeurtenissen dat, dat je gewoon even het kwijtraakt. Uh, maar je hebt ook blessures en dat soort dingen. Mm -hmm. Dus nu kijk ik het vooral per wedstrijd. Um, en ik probeer gewoon per wedstrijd omhoog gaan in die ranking. Um, ik heb dan in februari dat grote toernooi. Weet je, als je daar goed presteert kan het heel snel gaan. Mm -hmm. uh, maar ja, je moet het kijken stap voor stap. Weet je, als je dat toernooi vindt, ja, dan verwacht ik een kans dat ik gelijk wel voor de titel mag vechten. Ja. Weet je, dus dan gaat het sneller dan verwacht. Dus het is nu inderdaad uh, stap voor stap vooral. Ja. ja, want voor een toernooi in februari, uh, wie doen er nou allemaal aan mee? Nog helemaal of voor compleet toch? Nog of? niet, nee. We zijn nee. Ja, nu volgens mij met z'n vieren. En dat is uh, Cookie dan, dat ben ik. Dat is een Tunesische jongen. Um, en, en een jongen uh, uit. Uh, ja, die Azerbaidjaan. Ja, die, die gekke, die momine. Die op een gegeven moment ja, Zo, toen zat ik bij de ring. Oh, oh, oh. Yo, dat was niet normaal. Oh, oh. Kijk, wat is dat? Het gewoon uit. eruit. Ja. ja, dat is een uh, nieuwe jongen. Dat is echt een echte monster. Ja. ja, hij is wel ja, een onvriendelijke gast, man. Wat een monster. Ja, hij <laughs> maakt geen grap in de ring. Nou, Volgens mij buiten de ring is hij best wel rustig. <laughs> ja? Maar in de maakt die geen... Uh, uh, Gezellig ja, dat is uh, explosie vol gas. Willen ze nou ook dat Rico gaat meedoen dan in februari? Er zijn nog veel twijfels over, volgens mij. Ik denk, als hij blijft nu uh, dat hij dat niet gaat doen. Mm -hmm. uh, maar ja, als hij nu verliest en eigenlijk uh, kampioen is, dan heeft hij wel weer een gelijke kans om zich weer te bewijzen. Dus mm -hmm. zijn er zijn nog twaalf of zo. Ja. Mm -hmm. ja, er staat wel, met het gevecht van aanstaande zaterdag tussen Cookie en uh... Rico, kan er best wel veel veranderen in de kickbokswereld. Want veel. zeg maar, de kampioen die er al tien jaar zit zou ja ervan afgestoten kunnen worden. En ja. dan gaat de boel denk ik wel schuiven, zeg maar. Ja, dan, ja waar, waar iemand tien jaar lang op de troon heeft gezeten... dan uh, komt er een nieuw kampioen. Um, en dan, dan is er ook kans dat er steeds weer een nieuw... Dat, dat is natuurlijk ook leuk, als er steeds een nieuw kampioen is. Ja. Dat maakt het allemaal weer wat leuker voor de vechters... en voor de kijkers ook, denk ik. Zeker. Um, ja, um, maar ja, Koekie... Ja, ja, misschien blijft hij wel heel lang kampioen. Ik weet het niet, je weet ja. niet hoe het gaat. Ja, een verspelling? of wie denk je dat het... Uh... Ja, ik zeg tegen iedereen, het kan beide kanten opgaan, maar ik, ik zie bij Cookie een bepaald soort rust en zelfvertrouwen dat ik zomaar uh, zie dat hij, uh, hij gaat winnen dit weekend. Ja. Um, maar we weten niet hoe Rico erin instapt na twee jaar en na die blessure. Als hij de oude Rico is, dan, dan, dan wordt het heel moeilijk. Ja. Um, maar uh, ja, Cookie heeft gewoon een heel mooi uh, momentum te pakken en hij is ja. gewoon het afgelopen jaar heel sterk, dus het, ja, hij kan het zomaar doen. Koen, wist jij dat als je op je telefoon of je computer bezig bent, dat er gewoon continu getrackt kan worden waar je bent, wat je internetprovider is, wat je IP-adres is? Dat wat zie dat je hier op de website worden. van NordVPN. Kan je dat gewoon zien? Als je daar gewoon op inlogt, hebben ze dat ingebouwd. Wordt dat gewoon weergegeven? Oh. Zodat je ziet hoeveel data er van jou eigenlijk continu beschikbaar is als jij je IP gewoon open hebt staan. Wel interessant. Dus ze laten eigenlijk gewoon zien hoe gebrekkig je bent. Juist. Het is ook helemaal rood gemaakt. <laughs> <Kijk je uit. lacht> Gaat fout. En uh, ja, NordVPN helpt mensen om veiliger gebruik te kunnen maken van het internet. Wij hebben het natuurlijk vaak gehad over de handige dingen. Dat je je ip locatie kunt veranderen naar andere landen om goedkoper Spotify, Netflix, uh, YouTube Premium en zo af te kunnen sluiten. Dat zijn de leuke dingen. Dat zijn de leuke dingen, maar beveiliging op het internet is ook heel belangrijk. Mm. Maak jij bijvoorbeeld veel gebruik van publieke wifi uh, in de Starbucks, op het vliegveld, ergens in een koffietentje in Bali. Als je veel reist, is dat iets wat je waarschijnlijk veel doet. Dan wil je niet dat mensen mee kunnen kijken. Want voor je het weet ben je aan het inloggen op je crypto's. Of ben je op je webshop aan het inloggen. En heeft iemand data die hij niet wil hebben. Mm. Of in ieder geval waar jij niet van wil dat zij het hebben. Dus we moeten met we NordVPN. Doen. Via de link in de beschrijving kun je NordVPN uitproberen voor minder dan een kop koffie per maand. En altijd een 30 dagen niet goed geld terug garantie. Okay. Dus risico's zijn er niet. Mm -hmm. Zet gewoon NordVPN altijd aan als je gaat internet gebruiken in publieke wifi. Mm. Zo heb je gewoon niet het gevaar dat mensen met je data ervan doorgaan. Want dat wil je niet. En natuurlijk het leuke voordeel: uh, dit weekend is uh, Glory Kickboxing. Zit jij in Bali of in Dubai? En wil jij gewoon lekker Videoland kunnen kijken waar je glory kunt zien? Kun je gewoon je IP-locatie naar Nederland zetten. En dan kun je gewoon lekker kijken. Voor mobiel en laptop. Hè? Ja man, voor de mobiel en, en laptop. En je kunt het ook nog delen met elkaar. Dus als jij het wil en dan de Matty, deel die kop koffie. Dan ben je echt een paar euro per maand ieder kwijt. Alleen al YouTube Premium, als jullie dat allebei afsluiten, heb je al dikter uit. Want delen is vermenigvuldigen. Wie niet kan delen, kan niet vermenigvuldigen, broertje. Lotgenoten, broer. Juist, gooi die lotgenoten. Klik op de link in de beschrijving, dan heb je nog onze speciale actie. Dan danken we je zeer. Hoe, welke, want je hoort dat vaak hè, ring rust. Ja. Ik doe nu zelf uh, vier maandje kickboksen, ja. dus ik zal mezelf niet echt een kenner noemen mm. nog. Ja. Hoeveel impact heeft dat op een vechter om voor twee jaar niet in de ring gestaan te hebben? Ik, ja, ik denk dat de Ringrust gewoon een, een, een mentaal stukje is. Ja. Um, dus als jij veel werkt aan het mentale, denk ik dat je niet heel veel last van hebt. Um, ja, zo so, ja, kijk, in deze keer had ik er, had ik er ook geen last van. En de wedstrijd hiervoor tegen koekie had ik ook een jaar niet gevochten, had ik ook niet per se last van. Nee. Dus het is, denk ik, gewoon net aan hoe je je voorbereidt. Als jij gewoon genoeg spart in, in de voorbereiding en, en, en genoeg rust uh, creëert door mentale uh, tools die je hebt, dan hoef je er niet per se last van te hebben. Nee. En mentale tools uh, betekent dat bijvoorbeeld uh, dat je gaat mediteren, dat je rust opzoekt. Ja, ja, dat is ja, dat is, het mentale stukje begint vooral die laatste paar weken waar de spanning gewoon een stuk hoger begint ja. te worden voor een wedstrijd. Uh, bij ons in de, in, in de gym noemen we het dan komen de duivels naar boven. <laughs> hey, dan uh, krijg je de gedachten van uh, dat je liever thuis op de bank blijft zitten. Ja, en uh, ja, ja. en uh, ja, je, je brein wil gewoon in die comfortzone blijven, toch? Mm -hmm. En uh, dan komen er gewoon heel veel negatieve gedachten naar boven. En daar moet je tools voor hebben om, om wel die rust te bewaren, om met rust die ring in te gaan. Weet je, als je dat niet doet, dan neem je die duivels mee de ring in en dan... dan het alle kanten op gaan en dan verlies je je gameplan en ben je gewoon niet in het moment. Wat ik ook, wat ik ook wel eens gehad heb. Um, dus ja, het zijn inderdaad dat soort tools: ademhaling, uh, meditatie, om die rust te bewaren. En heb je dan ook zeg maar in die weken daarvoor dat jij anders bent qua karakter? Dat je weer korter af bent, misschien een beetje zag Ja, Ja, die laatste weken, ja, wat ik zeg, het, het trainen en en en, diëten en alles erbij wordt een beetje een sleur. Mm -hmm. um, meer spanning. Um, dus ja, ik, ja ik, keer, ik keer een beetje naar in mezelf wel. Weet je, gewoon thuis vooral. En uh, doen wat je moet doen um, qua training. Um, en meer de focus gaat dan ook op rust. Want in de laatste paar weken ga je niet meer veel verschil in je conditie en, en zo maken. Um, dus ja, je gaat die tools toepassen wat meer. En uh, focus op rust, focus op herstel. Um, ja en dat eigenlijk maar ja ik merk wel dat ik een soort van uh, ja wat meer gespannen rondloop en wat minder leuk ben voor de mensen om me heen ja, ja op zich wel logisch dan hè? ja toch ja, to ja en je, ja, ja. Volgens mij elke vechter heeft dat in principe je wordt ja. gewoon echt mentaal klaargestoomd voor die, ja, voor die, voor die dag voor dat moment het dus moet ook maar... eigenlijk een monster zijn toch? ja je trekt dat gewoon ter strijden ja precies ja. Ja, man geen tijd voor gezelligheid ja, precies nee, man, ja gewoon echt volledige focus gewoon ja. en en ja Weet je, die agressie komt een beetje naar boven en die spanning, ja, dat hoort er allemaal bij. Hou je van, hou je van vechten? Als je, vind je het leuk om wedstrijden te doen? Ik heb twee kanten gehoord. Je hebt vechten volgens mij die het helemaal de shit vinden, die het ja. eigenlijk alleen maar. En je hebt er ook die zeggen, ja, ik hou eigenlijk van dat gedeelte van de vecht, helemaal niet zo van. Het, 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 uh, het mentale stukje voor een wedstrijd blijf ik zwaar vinden wel, gewoon die drempel steeds. Mm -hmm. um, maar als ik er eenmaal sta en in dat spelletje zit, dan is het, is het geweldig. Um, dus inderdaad, er zijn twee kanten, ja. Ja. Um, maar ja, wat ik zeg, het spelletje op zich, dat vind ik, vind ik, vind ik gruwelijk. dat ja. vind ik, dat is het leuke eraan. Ja. Maar ik snap dat er heel veel jongens zijn die het uh, vreselijk vinden. Ja. Ja. ja, Ik wil het dus ook heel graag een keer doen. Moet je ik ben je doen, heel benieuwd hoe me, gewoon hoe ik erop zou reageren. Moet je doen, man. Ga je voor de rest van je leven ga je, ga je lessen meenemen. Ja. Gewoon die voorbereiding, die wedstrijd op zich. Ja. ja. ja is wel echt, uh, ik vind het wel interessant om te zien dat het verschil dat vechtsport heeft, neem even kickboxen specifiek. Ook op amateur niveau is het echt wel serieus als je een partij gaat doen. Maar bij voetbal, ja, ik kan in principe gewoon een keertje invallen bij ja, vrienden van precies, mij. Ja. Gaat niet heel erg ja, zijn. Ja, sports, ik heb misschien wat spier, Juist. Maar bij kickboksen, ja, is het wel gewoon. Bij ons ook in de gym worden mensen voor een eerste partij nu warm Ja, ja dat is wel echt. Die trainen veel, ja. daar veel aandacht voor. Ja. Dat speel je niet, zeg maar. Dat zegt volgens mij ook Je, leuk, gaat, ja. Ja, dan 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 je dan. gaat niks anders doen. Het is gewoon, uh, je kan klappen krijgen, je kan keel gaan. Dus het is, het is geen grap. Ja. Dus kijk, er zit een spelletje in, in, in het kickboksen, natuurlijk. De techniek, uh, het overnemen, tikken, het raken, geraakt worden. Maar uiteindelijk ga je vechten en is dat gewoon heel serieus. En je moet gewoon helemaal goed voorbereid zijn wil je dat gaan doen. Ja. En, en daar haal je wel de les uit, omdat het zo serieus is. Ja. Ja. Als iemand uh, begint met kickboksen, natuurlijk uh, is, is het geen advies. Maar zou ze dan in principe bijvoorbeeld binnen zes maanden of binnen twaalf maanden een wedstrijd kunnen gaan vechten? Het Handig om als doel te stellen, want dan kijken allemaal ondernemers <laughs> ja. en die zeggen: Van luister, ik wil een keer iemand in elkaar tikken, ja, ik ja, wil ja. weten hoe het is. Ja. Ja. <laughs> maar die beginnen ergens aan en die willen dan zo snel mogelijk zo'n wedstrijd doen. Kijk, er zijn tegenwoordig wel heel veel uh, van die galas voor mensen voor die voor de eerste keer gaan vechten en dan doen ze het volgens mij ook in een half jaar. Uh, bij mijzelf heeft volgens mij een jaar geduurd voordat ik mijn eerste wedstrijd vocht. Mm -hmm. um, dus ja, het, het, het kan wel, uh, maar het moet wel juist gedaan worden als je het inderdaad in een half jaar gaat doen, ja, dan wil je wel dingen als uh, misschien een, uh, een kap op je hoofd en misschien met bescherming gewoon ja. dat soort dingen. Um, maar ja, het blijft wel een aanrader man. Ik kijk, de gala's die dat organiseren, die doen het waarschijnlijk wel gewoon goed. Weet je, dat ja. je in een half jaar en dat, als ze merken dat het niet gaat worden, dat je ook niet de ring in mag. Mm. Dus daar heb ik dan wel vertrouwen. Dus in principe moet het gewoon lukken en uh, is het zeker een aanrader om te doen. Nu ja. heb <laughs> je helemaal geen excuus meer, Koen. Ja, dat moeten we wel. Hij hoeft echt helemaal vier yeah, jaar trainen. Maar jullie willen het allebei. <laughs> nou, ik, ben, ik spreek het uit, Koen... Ik spreek je het niet uit. Denk nee. er nog over na. Ga je jezelf een beetje uh, belonen door te, te zeggen, ik doe gewoon zoiets van, ik houd het onder loop. Sneak this. <laughs> <laughs> Wij zijn er gewoon heel anders daarin. Ik ga het niet tegen iemand zeggen, ik ga het gewoon een keertje doen, niemand weet ervan, ik heb gewoon mijn eigen wedstrijd. Minder pressure, ik je hebt gelijk zo, ja, Daar ja. ga ik lekker op. Ja, ja, ik heb het, het precies ik. andersom, man. Je hebt een beetje die druk. Uh, ja. ja, want, dan, want ik doen. geef dingen makkelijk op als ik niet... Allemaal mensen hebben gezegd van, ja, wat zal we aan het doen? Ja. Zo hou ik mezelf. Ja, gewoon, precies. Uh, Zo verschil het bij iedereen. Ja. Ja. Je hebt al een datum, toch? Ja, nou, dat niet. Ik durf <laughs> nog niet eens te vragen aan de trainer. Ja. <laughs> Kijk, nee, man. Ja, is te ik, vroeg nog. Aanraden, man. Aanraden. <laughs> ja. ja, echt doen. Ja, ik heb zelf bij mezelf nu ook zoiets van... Je moet ook gewoon eerst consistent doen. Gewoon even een beetje ja, weer, weten van jezelf. Oké, okay, ik blijf dit doen. Ik heb bijvoorbeeld nu al gemerkt... Het is echt een blessure-gevoelige sport, man. Ja, maar kleine blessures. Kleine ja, continu dingetjes. kleine dingen. Gewoon oh, knie tegen knie. Ja, precies. Je knie doet twee ja, weken pijn. Als je kijkt naar voetbal, basketbal, dan hoor je echt de blessures. Scheurtjes, ja, hamstring dat. Ja. Bij ons zijn het gewoon je teen, je knie ja. en blauwe plekken. Dat is waar. Ja, ik heb ja, al een gym gedaan, dus daar gebeurt gewoon niet zoveel. Nee, daar gebeurt oh, nou. helemaal niks. Ja. <laughs> ja. 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 Maar ook dat wendt. snap je? Ja, Die, die kleine pijntjes die gaan op een gegeven moment weg. Je, voelt, je wordt gewoon wat, wat harder. Je hele lijf mm -hmm. wordt gewoon wat harder. Ja, zeker waar. Ook belangrijk. Ja. Hoe is dat bij jou gestart? Je zei na een jaar heb je je eerste wedstrijd gedaan, maar waarom, hoe oud was je toen je begon met kickboksen? Uh, ik uh, ik voetbalde altijd tot ik 12 was of zo. Ja. Bij FC heb koude. Uh, dat vond ik op een gegeven moment niet meer leuk. Dan ben ik gestopt. Toen heb ik een tijdje niks gedaan. Uh, twee, drie jaar denk ik. Toen was ik echt een puber. Een beetje lastig thuis. Uh, mm. Veel ruzie thuis. Uh, ouders gingen ook scheiden, dat maakt het ook niet makkelijker en ik deed niks, gewoon chillen op de bank en uh, pepernoten eten <laughs> en niet sporten. <laughs> ja. uh, en tot op een dag zei mijn broer die die altijd al, die deed voor denk ik twee jaar of zo zoiets, die zei ga een keertje mee trainen. Um, dat heb ik gedaan en uh, ja ik ben nooit meer gestopt man, ik vond het ja. helemaal, ik vond echt mijn ding daarin en uh, we gingen gelijk die eerste training sparren en dat vond ik helemaal geweldig. En, uh, ik kon geen eens één push-up. De warm-up vond ik vreselijk. Ik had natuurlijk ja, jaren man. niks gedaan. Maar het sparren, dat vond ik leuk, want dat spelletje. Ja. Um, en uh, die les was van mijn trainer die ik nu nog steeds heb, Jamal, Makarouche. En, en uh, die zei toen al van oké, okay, dit, dit, dit kan wel wat worden. Dit kan wel uh, uh, een kampioen worden ooit. Uh, na nou, de eerste les. Um, nou ja, bij de eerste les. Toen, hij zag me sparren ja. met mijn broer. Dat ze de week nog als de dag van gisteren. Dat, dat we aan het tikken waren. Ja. Uh, en dat ik dat helemaal leuk vond en dat het ook goed ging en dat zag hij en uh, we zijn nu 15 jaar verder zoiets man. Wow, dat, is dat is wel, wel lijp hoor. Ja, ja. Waar zat dat dan in dan? Wat zag hij in jou? Ik denk dat spelletje man, dat dat ja. dat, dat de, toch een stukje vuur. Kijk, ik was heel lastig thuis en op straat, op straat viel me maar wel. Ik werd wel gewoon veel. Ik was gewoon echt een ja, echte puber, snap je? Mm. Uh, en toen deed ik dat, kwam dat eruit uh, met ruzie thuis. Uh, en nu had ik een plek waar ik het op een andere manier eruit kon gooien. Dus ja. er kwam een soort van vuur naar boven wat ik thuis naar buiten liet komen. Nu deed ik het in de gym uh, tegen mijn broer en daar mocht het. Uh, en dat vond ik leuk. En ik was goed in het spelletje. Dus die drie dingen, dat zag hij waarschijnlijk. En uh, um, dat klopte, weet je. En nu zijn we heel wat jaartjes verder en heel ja. wat uh, doelen hebben we samen behaald. En er uh, is nog één doel over. Nice. Nou ja, <laughs> ja. Hoe gaat die. Uh ontwikkeling in je training? Je gaat er een keer mee, ben je daarna vanaf de week daarop gewoon vijf dagen in de week in de gym nee, te vinden? Of hoe nee, ontwikkelt zich dat? Nee, nee, nee. ik was uh, 14, 15, zoiets. En uh, je ja, gaat gewoon naar school. En volgens mij trainde ik dan um, in het begin denk ik twee keer in de week. En ik weet nog dat, dat hij een soort van wedstrijdteam begon. En daar zat ik in het begin volgens mij nog niet eens in. En toen mocht ik op de vrijdag met het wedstrijdteam meedoen. En dat vond ik dan helemaal geweldig. Uh, dan ga je naar drie keer per week uh, trainen. En dat hij een tijdje vol en mijn trainer gaf ook bij kopgym Gym les. En in Amstelveen gaf hij les. En we gingen hem een beetje volgen naar elke gym. Gewoon waar hij les gaf, gingen we mee, gingen we daar trainen. En zo bouwt het op. En uh, dan ga je één wedstrijd doen. Dat vond je helemaal leuk. Dat, die win je. Dat gaat goed. En uh, ja, het bouwt zich wel echt op. Um, en ik ben dan uh, al vroeg gestopt met school. Um, ik nam een tussenjaar, toen ik zeven was ik klaar met mijn haven, had ik een tussenjaar. Um, heb je wat meer tijd om te trainen, toen ging ik wel weer beginnen met mijn hbo. Mm -hmm. Toen zat ik daar in de klas en dacht ik van wat ben ik aan het doen? Ik, ik wil gewoon trainen. Dit, dit boeit me allemaal niks. Mm -hmm. uh, en dus daar was ik na een paar maanden ook weer mee gekapt. En ja, eigenlijk toen al besloten dat ik gewoon daarvoor ging. Mm -hmm. um, en je gaat gewoon vechten, veel vechten. En dan heb je Nieuwling klasse C-klasse, B-klasse heb ik veel gevochten. En dan uh, droom je van de A-klasse, dat is een doel op zich. En ja. dan, dan uh, heb je verschillende organisaties en Fusion. Um, daar kampioen geworden twee keer. En dan uh, stroom je zo door naar, uh, naar Glory. Recent vertelde ik je dat Bitcoin een hoogtepunt voor 2023 had bereikt van 35.000 euro. Dat hoogtepunt is inmiddels alweer verbroken met bijna 41.000 euro. Nou, en niet alleen de Bitcoin, ook Ethereum is weer aan het vliegen. Ethereum begon dit jaar op 1.100 euro en staat inmiddels volgens mij ook alweer rond de 2.100 euro, dus een verdubbeling van je investering. Nou, ik ben dus weer aandachtig aan het kijken naar crypto, hè, want vastgoed, goud, aandelen, dat is allemaal superleuk. Maar de potentiële returns van crypto, nou, die blijven me toch keer op keer verbazen. Let wel op dat je jezelf niet gelijk rijk rekent. Hè. Als je coins gaat kopen zonder een plan of een strategie, dan ga je vrijwel zeker je geld verliezen, dus doe dat niet. Zelf beleg ik alleen in bitcoin en dat doe ik aan de hand van dollar cost averaging, oftewel DCA. DCA, Je hebt er misschien wel eens van gehoord. En daarbij koop ik op standaard momenten een vast bedrag aan bitcoin, bijvoorbeeld elke week. Zo pak ik zowel die lows als de highs mee en kom ik uit op een mooi gemiddelde inkoopprijs. Ik kies hiervoor omdat ik ondernemer ben en DCA is gewoon vrij passief. Je hoeft geen regelmatige aanpassingen te doen. En ik doe dat kopen wekelijks van mijn Bitcoin via Bybit Satos, want bij Bybit Satos heb je altijd lage fees, kan je makkelijk crypto kopen en zijn je cryptos veilig opgeslagen. En heel belangrijk, Bybit heeft de auto invest functie. Waarmee je op vaste momenten kunt instellen wanneer je automatisch Bitcoin koopt. Dat kan maandelijks, wekelijks of zelfs dagelijks. Dus dan hoef je dat niet steeds handmatig te doen, want ik weet het. Iedereen die die DCA heeft geprobeerd, die vergeet wel eens om crypto te kopen. Maar juist die consistentie is heel belangrijk. En als je nu via de link in de beschrijving je eerste 100 euro stort, krijg je daar gelijk 20 euro bij cadeau. Dus dan kun je bijvoorbeeld 120 euro aan Bitcoin, Ethereum of een andere coin halen voor 100 euro. Dat is een mooie deal. En samen met Bybit geven wij een mooi Ondernemer Starter weg. Met een iPhone 15 of een MacBook. Onze vijf favoriete businessboeken. En een meet and greet met ons. De lotgenoten. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen. is je aanmelden via de link in de beschrijving. bij Bybit. en binnen zeven dagen die 100 euro stort. Als je je eerst gevecht doet, hè. heb je dan een bepaalde spanning waarvan je zegt. of had je er echt zin in? Maar wat voor energie had jij? Ja, ik kan me het niet heel goed meer herinneren. maar volgens mij. had ik toen niet zoveel spanning. Want het is nog. Uh... Heel open of zo. Als je, als je, het wordt spannender als je denk, weet wat, het, wat, wat er gebeurt. Mm. En toen wist je nog niet echt. Toen dacht ik gewoon meer aan sparren in, in, de, in de gym. Mm -hmm. En dat is niet, allemaal niet zo erg. Ja. Nee. Uh, dus ik kan me herinneren dat ik niet zoveel spanning had die eerste wedstrijd. Ja, dat scheelt. En, uh, maar ja, en dan wel die euforie na de wedstrijd natuurlijk. Weet je, dat, uh, daar word je een soort van verliefd op als vechter. Want dat is gewoon iets heel, uh, iets heel moois als je een wedstrijd wint. Ja. En in het begin dan hoe vaak ga je dan die wedstrijden doen? Want kan je dat elke week doen, elke maand? Hoe ziet dat eruit? Ja, in het begin dan, dan verschilt dat heel erg. Het ene jaar is dat inderdaad, uh, ik weet ook wel eens inderdaad dat ik gewoon wel inderdaad een wedstrijd volgende en een week daarna weer. Uh, en ik denk dat dat heel goed is om te doen in het begin. Gewoon zoveel mogelijk vechten en zoveel mogelijk ervaring opdoen. Um, maar ik denk dat het, hoe, hoe serieuzer je gaat trainen en hoe hoger niveau je gaat, dat het wel iets minder wordt. Mhm. Mm mm -hmm. Ja. ja, ja. C-klasse kan het nog wel. En dan B-klasse wordt het steeds wat, wat, wat regelmatiger. En dan kies je gewoon die tijdspannen van ik ga die trainen en dan een wedstrijd. En dan neem ik weer een periode van FR stellen en rust. En dan ga ik weer trainen en dan weer een wedstrijd. Uh, en nu is dat sowieso. En nu heb ik een contract van drie A-max-vier wedstrijden per jaar. Ja. 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 Hoe, jonge... uh, hoe was je eerste verlies? Uh, uh, even kijken, mijn eerste verlies was. Uh... Verdrongen. Ja, nee, wel. Ja, ja, heb... Allereerste eerste wedstrijd. <laughs> uh, ik heb een keer een soort... Ja, het ja, is ook wel een verlies. Het was gewoon een soort van club uh, in, in een gym, een heel klein uh, mm -hmm. wedstrijdje. Volgens mij was het zelfs mijn tweede wedstrijd. Um, en toen moest ik tegen een jongen vechten, die, uh, die ken ik al, had ik wel eens mee getraind. En die was een stuk kleiner en een stuk dikker, dus die had ik best wel onderschat. Um, en toen in de ring kwam hij als een soort van tank naar voren. En toen uh, won hij op punten. Ja, ja. En ik weet nog dat ik inderdaad heel boos was. En dat ik echt een soort van uh, dingen ging slaan backstage. En, en schoppen, dat ik echt boos echt, echt boos was echt teleurgesteld inderdaad. Ja. Uh, en daarna heb ik... Uh, maar ja, dat, ja, ik weet niet, dat voelde nooit echt als een echt verlies. Omdat het gewoon, nee, gewoon, gewoon in, in een, een gym schodding. was en heel klein. Ja. En daarna heb ik in de B-klasse weer een keer verloren. En die kon ik dan wel een soort... Toen was ik, ja, was ik ook een stuk ouder, stuk volwassen. En dat kon ik best wel snel accepteren. Um, en dan nog eentje in, uh, in, uh, bij Glory. In de enige pro professionele wedstrijd die ik heb verloren. Um, ja, dat voelt dan wel als een echt verlies. Ja... Um, maar ja, ik ben met dat soort dingen best wel snel oké, okay, het is gebeurd. Het is een les accepteren en weer doorgaan. Ik kan in dat soort dingen nooit echt lang blijven hangen of zo. Nee. Nee. Al is het wel, daar komt wel de meeste spanning vandaan. Verliezen, mm -hmm. dat is het laatste wat je wil. Mm -hmm. Maar als het dan gebeurt, dan is het vrij snel ook wel oké. Okay. Is het dan Goed. niet ook ergens... Misschien gek relaxed om al vroeg in je professionele carrière een keer te verliezen. 100%. Zodat je weet van oké, okay, dit is het gevoel. 100%. Het valt allemaal wel mee. Waardoor je relaxter de belangrijkere partijen in. Gaat. 100%. Ja. ja, ik had dan ja. heel weinig verloren. Um, en dan wordt verlies echt een ding. Het wordt iets yes. heel groots. Ja. Dat geeft alleen maar spanning. Dus tegen inderdaad, jonge vechters uh, die ik dan spreek, dan zeg je, ja, ga zoveel mogelijk ervaring doen. Ga lekker verliezen. Uh, geniet van het verlies. Het, ja, het ja. boeit allemaal niet. Het is alleen maar goed. En dan, dat geeft zoveel meer rust later in, in. Want inderdaad, als je weinig verloren hebt, dan, dan, dan zie je een soort van de wereld vergaan. in je hoofd als je straks gaat verliezen. Ja. Mm. Ja. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet de waarheid is. Nee, dat hoort er gewoon bij. Ja. En hoe gaat het dan op een gegeven moment met uh, het verdienen ook eraan? Want je zegt, ik ga geen HBO doen. Nou, dat betekent. Ja. Of tenminste, je stopt er ermee of zo. Hè? Dat ja, 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 ja. ja nou, dat ja, ja. betekent. Ey, Leef, je moet aan het werk. Ja. Dat kan natuurlijk met kickboxen, misschien een beetje geld verdienen. Maar we weten ook uit verhalen dat het in het begin ja, niks. aardig tegenvalt maar, inderdaad. Ja, Nicky Holske stond gewoon achterop de vuilniswagen. <laughs> ja man. Ja. Precies. Ja. Hoe is het bij jou gegaan zeg maar? Hoe, hoe combineer je dat? Ja, hetzelfde man. Ik, ik ben gewoon al, inderdaad vanaf mijn 18e ben ik gaan werken in een broodjeszaak. Ik heb heel lang verhuizen gedaan. Ja. Um, beveiliging heb ik heel lang gedaan toen ik wat ouder was. En inderdaad, het klopt allemaal, je verdient uh, in het begin bijna niks. Um, eerlijk gezegd, nu bij Glory ben ik waarschijnlijk goed gaan verdienen. Um, en dat verschilt ook nog per vechter. elk contract is anders. Mm -hmm. ja. um, en daar heb ik dan wel geluk mee dat ik gewoon nu wel gewoon een goed geld verdien. En, uh, en daarnaast natuurlijk, nu begint het ook met dingen die je daarnaast doet, weet je, uh, qua. qua Branding en social media: dat wordt nu gewoon heel belangrijk omdat je vooral ook het geld kan verdienen naast het kickboxen zelf. Ja. Ja. Met samenwerking met sponsoren, um, dat soort dingen. Is dat iets waar je al vanaf het begin mee bezig was dat je daarop focust, of hoe, hoe ontwikkelt nee, ik... zich die professionele carrière als kickboxer? Um... Ja, in het begin heb je nog gewoon in je hoofd wel een soort van als ik bij Glory zit, dan ga ik gek geld verdienen. Ja, ja, <laughs> en dat is ook teleurstellend als je daar uiteindelijk komt. <laughs> uh, ja, je merkt gewoon dat je gewoon nog heel lang gewoon ernaast gewoon nog moet blijven werken. Ja. Um, en nu hoeft dat uh, vrijwel niet meer. Um, ja, en qua dingen ernaast. Um, ja dat, dat, dat komt ook langzamerhand. Weet je, in het begin heb je een, een kickboksmerk dat uh, wat spullen alleen geeft. Mm -hmm. um, en daar komen langzaam uh, per wedstrijd misschien wat bedragen mee. En als je geluk hebt, dan veel vechts hebben dat die kennen dan weer een bedrijf wat hun dan financieel sponsort. Maar daar moet je ook maar geluk mee hebben. Ja. Um, en nu heb ik het geluk dat ik wel gewoon uh, in samenwerking met management... gewoon leuke samenwerking kan doen met verschillende merken. En uh, waar ik gewoon... Uh, dan wel goed geld aan verdienen. Ja. Mm. Ja. Kijk je dan wel eens bijvoorbeeld naar de UFC. De UFC, hè, dat is in-all entertainment. Ja. En de sponsoren die je daar ziet, dat is wel helemaal... Uh, ze melken dat helemaal uit. Ja, 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 ja. Echt tot in de puntjes. Ja. Um, kijk je daar wel eens naar en dat je denkt van hé, hey, die dingen die ze daar zo aanpakken, dat is ook wel interessant voor mij. Niet op die manier, denk ik. Ja, wat ik vooral zie is dat het daar gewoon... wat groter en beter wordt aangepakt voor de voor de vechters. Okay. Dat, dat die gewoon wat meer gepusht worden. Um, en daardoor uh, wat groter zijn op social media en daardoor weer uh, mm. verschillende samenwerkingen kunnen doen bijvoorbeeld. Mm. Um, hier wordt dat niet echt gedaan qua promotie en zo. Je moet het eigenlijk zelf doen. Je met gewoon je eigen bedrijf en je moet het een soort van zelf fixen. Je mag bij Glory wel nog eigen sponsoren hebben. Ja, 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 Want dat is ja, ja. bijvoorbeeld weer bij UFC Hebben ze dat gewoon Ja, gewoon, ja, precies. Ja, gewoon ja. ja. Dus dat, de UFC heeft nu zelfs een zijn, uh, zijn bezig met een clausule dat ze alles wat een vechter verdient zolang die onder de UFC contract is. Ook al is het iets wat er niks mee te maken mm -hmm. heeft. Krijgen ze een percentage ja, van. Ja, dat ja. Ja, maar ja, dat is wel wild. Gewoon. Ja, het is heel ja, het is, is, is heftig. Maar aan de andere kant zorgen ze, pushen zij wel die vechters. Weer, ja. Dus ja. Ja. dan dus zonder de UFC zijn ze dan ook weer minder waard zeg maar. Zeker waar. Mm -hmm. Dus ja. het ja. heeft twee kanten. Um, en hier, ja, bij ons is het dan andersom. Die wordt wat minder gepusht, je moet het zelf doen, maar je hebt wel opties inderdaad ja. om dan uh, sponsoren te laten zien. En, uh, en zo. Heb je vechters, waar je, of, of misschien sporters in het algemeen, waar je naar kijkt van de manier waarop zij hun carrière gebouwd hebben, misschien zowel in de sport als daarbuiten, dat je denkt van dat is... Ja, heel simpel, Rico heeft dat gewoon heel goed gedaan, man. Ja. Die is, ja, in de ring is het gewoon echt een sportman en daarbuiten heeft hij ook gewoon manieren gevonden dat hij uh, daarnaast gewoon... Uh, goed geld verdient en zijn ding kan doen en hij heeft uh, een passie als acteren en daar wil veel mensen, veel mensen wat over te zeggen. Maar ja, als dat zijn passie is, ja, dan vind ik dat nice als je dat gewoon kan combineren. Ja, dus uh, op dat gebied uh, ja, heeft hij dat gewoon heel goed gedaan. Ja. Heb je ja. daar iets van dat je zegt van dat heb ik naast vechten, is dat iets waar, waar je passie voor hebt? Ik heb uh, dat doe ik nu al. Ik heb een coachingbedrijf waarmee ja. ik een uh, jongere, uh, jongere project ben begonnen. Um, dat is echt jongerenwerk. Um, en dan combineer ik eigenlijk uh, het fysieke met het mentale, dus we gaan en sporten, maar ook het coachinggedeelte en dan kijken we naar waar lopen jullie mentaal tegenaan. aan, um, dingen als school, maar ook dingen als voeding. Um, dus dat is wel een passie. Um, ja. Dat doe ik nu nog klein bij, gewoon erbij, maar Metz. dat wil ik na mijn carrière wel veel groter aanpakken. Ja. Hoe ja. ziet het dan eruit? Ga je dan Bijvoorbeeld, uh, want je hebt het over jongeren, ga je dan langs scholen? Of is uh, komen ze dan één op één bij jou? Als het is één op één. Het is echt uh, het hele jaar door, doe ik in principe twee jongeren, één op één, apart ja. van elkaar. Um, ik ben ambassadeur van it for kids Die, die uh, zetten zich in voor jongeren die financieel uh, niet kunnen sporten. Dus niet, het geld niet hebben om te kunnen sporten. Uh, en via hun gaan we op zoek naar uh, jongeren die dit kunnen gebruiken. En die komen met mij één op één een, uh, een traject volgen. En dat, ja, dat is iets wat ik heel heel leuk vind en uh, veel groter aan later. Ja. train je hun ook echt met vechten dan is ja. dat specifiek ja, ja. dat is de basis eigenlijk ja. we gaan gewoon trainen, we trainen ergens naartoe het liefst wil ik dat ze uh, kunnen sparren naar het traject, dan gaan ze gewoon met elkaar sparren, dus dat ze ja. ergens, ergens naartoe werken um, en onderweg gaan we gewoon praten, dan gaan we kijken waar loop je tegenaan wat, wat, wat zijn de opties waar, waar, waar kan ik je bij helpen, waar, waar heb ik verstand van, weet ja. je, kickboksen is natuurlijk alles het is voeding, het is mentaal, het is fysiek en uh, daar kan ik ze mee helpen ja. Uh, ja, dat is gewoon heel leuk om te doen ja. Hoe oud doet... zijn die? Uh... Uh, Verschil. Het is echt tussen de 12 en de 27. We okay. dus gaan nu weer nice. twee jongens beginnen, die zijn 16. Daarvoor had ik ja. twee jongens die waren 12. Dus het, is, uh, het verschilt heel erg. Nice. En waarom spreekt, uh, spreekt je dit zo erg aan om daarmee te beginnen? Uh, het sociale stukje zat er altijd al wel in. Um, ik denk dat ik deels van huis uit heb meegekregen, maar ook wel omdat ik zelf als jonge jongen verschillende onzekerheden had uh, en tegen dingen aanliep, uh, angsten, uh, last van paniekaanvallen gehad. Mm. Um, en toen dacht ik af van oké, okay, ik kan niet al deze shit zeg maar krijgen voor niks. Dus toen dacht ik af van oké, okay, ik moet sowieso later mensen ermee gaan helpen. Mm -hmm. Ik wist nog niet op wat voor manier. Um, en ik heb veel sociale dingen gedaan. Ik heb uh, in uh, in de woonopvang uh, ge, uh, ge, begeleider geweest. Ik uh, met asielzoekers gewerkt. Uh, maar toch jongeren merkte ik dat dat wel meer mijn doelgroep was. Um, ja, en zo ben ik nu dit begonnen sinds kort. Dus dat is ook een stukje ervaring op doen. En uh, ja, later wil ik dat groter aanpakken. Dat is mooi. Ja. ja, ja. Tof. Hoe uh, vertaalt zich dat naar, je hebt zelf twee kids. Ja, ja merk je dat daar daar ook in terugkomt of zo dat je daarin ook leert van hey, hoe kan ik hun soort van begeleiden in dit ding wat we leven noemen um, nee ja ik wil wel voor mezelf al duidelijk weet je de dingen die ik nu leer met de sport dat ik hun dat ook wil meegeven ja. mm -hmm. weet je en dat kunnen heel veel verschillende dingen zijn ook dingen die ik juist waar ik nu nog aan moet werken weet je die, die wil ik waar ja daar werk ik nu aan en dat wil ik hun juist meegeven op de andere ja. op de andere kant ja. Ja. Um, worden, ja. wel, worden wel twee vechters? Uh, ja, als zij dat leuk <laughs> Tweeling, vinden. <laughs> zeg, maar, zeg maar. Dat is wel tegen elkaar. <laughs> ja, ze ja, nee, zijn nu anderhalf en het is nog niet echt samen spelen. Het is vooral uh, vechten met elkaar. <laughs> trekken en zo. Ja, uh, ze zijn wild. En ja, nee, ik ga ze niet pushen om te vechten. Uh, nee. Als zij dat leuk vinden, mag het zeker. En ik, uh, maar ja, ze moeten wel weten dat het een, een pittige, pittige route is ja je, en ergens zeg ik altijd van ik hoop dat ze gaan voetballen omdat dat in mijn hoofd wat makkelijker is maar aan de andere kant wil je voor je kinderen een makkelijke weg nee snap je dat wil je ook niet nee. en ik denk ook wel dat je Stel je voor dat je amateur kickboxer blijft. En je vergelijkt dat met de lessen die je haalt uit amateur voetbal. Denk ik wel dat amateur kickboxen je meer brengt precies, dan amateur voetbal. Dat 100%. Ja. Dat, uh, ja. dat, en ook, ja, ik zou dat bij mijn eigen kind dat ik ook wel denk: van, ja, gewoon een vechtsport, dat zou je zeggen kunnen. Ja, moet. Ja, dat ja is gewoon, precies, zeg maar, dat, dat ja, moet wel. Dat daar zie ik daar, dat, ook wel voor me. Ja, dat is, maar om echt inderdaad, dat, ja, je hoeft niet per se je werk van te maken, maar in nee, de precies. basis, de dingen die je ervan leert. Dat hoort gewoon een soort van bij bij de opvoeding. Ja, ja. ja. toch zie je dat denk ik weinig. Want ik heb nee, dat is nu dat is een beetje mijn hoofd ook. Dan ben ik aan het kijken. Denk ik denk, oh man. Hey, kickbox is echt aan het groeien de laatste ja, ja. tijd. Wanneer ik, nou, waarschijnlijk is mijn interesse gewoon aan het ja, groeien. Ja, 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 ja. Waardoor dat alles kickbox ja, 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 ja. lijkt, maar ik weet nee, niet of dat echt is, zit nee, in de is bubbel. Wel, het is wel ja. een stuk groter geworden. hè? Ja. 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 ja dus sinds ja. dat gevecht met Rico en Badder is het volgens mij best wel. Ja, ik denk überhaupt door Rico is het wel. Gewoon ja. Iedereen doet het tegenwoordig. Overal ja, ja. zijn zaktrainingen voor voor iedereen, jong, oud, uh, dik, dun, uh, uh, veel vrouwen. Iedereen kan het doen. Ja. En ja, dat is eerlijk gezegd wel deel door Rico. Omdat hij gewoon laat zien dat dit voor iedereen is. Vorige, vroeger was het een beetje in een, in een donker uh, daglicht gezet. Ja. En hij heeft het een beetje uitgetrokken. Eigenlijk was Rico Verhoeven de eerste naam na Badr Hari. Die echt bij elke uh, Nederlander in zijn ja, woonkamer ja. binnenkwam. Ja. En dacht, oh dit is ja. wat kickboksen is. En ja. En Dan eigenlijk is, ja. alleen maar positief. Juist. Weet je, hij ja. heeft geen gekke dingen ernaast gedaan. Nee, dus het is, nee, nee. Hij laat zien dat het gewoon voor iedereen een uh, goede sport is. Oh, dat is wel ja. een goede zaak als Vekker. het in de lift is. Onprecies. Ik vind het ook altijd nog opvallend dat, dat Joe Rogan dat altijd zegt. Van, uh, die zegt altijd, van, ja, eigenlijk moet Dana White moet gewoon ook inzetten op kickboxen. Hij zegt van, er zou geen reden zijn waarom dat niet veel meer aandacht zou hebben. Omdat iedereen UFC kijkt, ze willen gewoon zien dat ze staand knokken. Ja, precies. Ja, er zijn waar, een paar nerds ja. die zeggen, ja, ik wil... Ben ja, lazy, grond, maar, ik snap ja, precies, niks. Ja. Ik denk oh ja, oké. Okay, ja. Ik heb er nooit zo naar gekeken. Maar ja, gewoon in Amerika is het kickbox gewoon een stuk kleiner. Ik denk daarom. Ja. Terwijl inderdaad iedereen wil het vooral het staande gevecht. Ja. Die stand-up game is. Ja, uh, want ze hebben nu wel geïnvesteerd in. Dat, ja, uh, slapfighting. Slapfighting. Oh, je slaat ja. in, dat is niks. Dat is leuk. maar iemand te kijken. Nee, ja, snap je? Nee. En dan denk ik wel, als je dat, dat kan kiezen. Of zeg maar Glory. Precies, of One ja. FC ja. of zo. Dan. dan, dan maar weet maar weet ja, je wel bij voor allemaal geld, is het toch? Ja. Het is, is leedvermaak. Ja. Veel mensen kijken er wel naar, denk ik. Uiteindelijk kijken mensen voor vecht. daarna mensen KO's zien gaan. En dat is eigenlijk puur mensen. Ja, die logica snap ik. Maar toch denk ik gewoon van. Ik zou gewoon nooit een pay-per-view kopen voor Slapfight. Nee. Als ik het langs zie komen op TikTok, ja, dan denk ik wel. Oh, maar en dan scroll ik weer verder. Ja, maar ik denk dat die Amerikanen wel zo gek zijn die dat. gewoon... Ja, denk je wel. Ja. ja. Het moet haast ja. wel, want volgens mij gaat het best goed. Ja, maar Dana heeft diepe zakken. Ja, dat is waar. Dus Dana kan wel lang blijven pompen voordat hij een keer zegt. Uh, werk je haalt. Ja, ja, precies. Ik ben geskippert toch over van, hey, wellicht zien mensen het wel als een soort van darten in Nederland weet je wel, om mensen aan dart te zijn of die slapfires zijn bezig. Ja. En ondertussen zit jij gewoon met je maten daarvoor bier te zuipen. Ja. Het is gewoon leuk om bij te, te, te genieten. Ja. Het is gewoon. Ja. Het gebeurt erbij, zeg Precies, maar. Precies, want het is natuurlijk ik wel te dierlijk. Ja. Want ik heb dus wel met met kickboksen. Je wil de knockout zien, mm -hmm. maar te harde knockout, dan denk je wel, oh, dit is wel. En je, maar dat is de hele avond daar. Dat is het hele doel. Alleen is maar, dat er ja. iemand gewoon echt voor Alleen liggen, maar ja, gaat. <laughs> zeg maar, ik zou dan wel gewoon denken. Wow, dit is wel echt een duistere vibe. Ja, ja, klopt. Ja. 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 Het, is heel, het is heel fout. Want er gaat ook niemand ja. naar huis zonder een hersenschudding. Want als. word je niet knock nee, geslagen. Ja, zijn wel... heb je wil gewoon drie, vier volle platte handen van iemand van 120 kilo gehad. Ja, het is. Ja. Als je het <laughs> zo plaatslaat is het inderdaad wel ja. heel fout. Ja. Het is echt. Uh, ik had het laatste ook. Dat was bij. Die Glory Card in. Was dat in Bulgarije volgens mij? Nee, dat was in Parijs. Parijs denk ja, ik. ja, Parijs was volgens... Die spinning back kick was het volgens mij. Of zo'n kick. Ja, dat is ook gewoon een knockout. dat je denkt: het is wel een mooie knock-out, maar. maar het, is het is niet goed, fris. Kop, nee. nee, het is niet nee, fris. Nee, nee. No, maar dat is de sport toch? Het is een is spel, maar dat is het risico wat je altijd loopt. Ja. Denk je er wel eens over na als je een gevecht in gaat? Nee, nee dat nee, kan dan, Als niet. je dat hebt, dan ga je helemaal dat verkeerd. Uh, ja, moet er niet erin. allemaal zo nadenken als jij. Nee. Wil, ja. Ja, dat <laughs> ja, dat is over voor mij echt. <laughs> kan ja. omgaan, ja. <laughs> ja. Okay, ja. Het kan een beetje Je kan erover nadenken in de voorbereiding een keertje, maar ja. je moet er niet mee de wedstrijd in gaan. Nee, nee, nee. Dat is helemaal een verkeerd begin. Hoe is jouw rood eigenlijk naar Infusion uh, gegaan? Zeg maar? Hoe is die dat traject gegaan? Want op een gegeven moment heb je dus je amateurgevechten, die gaan ja. allemaal lekker. Dan moet er een, een kant op punt komen. Dat, ja. zoiets, uh, gaat dat vormen. je daar een contract krijgt. Ja, ja man. Um, nou, dat is, ja, is best wel leuk gegaan. Ik had mijn laatste amateur, mijn laatste B-partij. Dat was een toernooitje. Dus mm -hmm. dat moest ik twee keer op de avond. Um, de eerste die won ik op punten. Um, en de tweede was tegen een jongen waar ik al twee keer van had gewonnen. Dus die was echt menens. Die wilde echt winnen van mij. Um, en die gaf mij in de... Tweede ronde, een knie naar het hoofd. En toen zakte ik. En toen viel ik uit de ring naar beneden. Dus ik kreeg acht tellen. Dan werd ik een soort van doe mijn broer en mijn trainer de ring weer inge ingepusht. En ik was nog helemaal dizzy. Dus kreeg ik kreeg die staande acht tellen. Um, toen mocht ik door. Toen kwam hij weer rammer, 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 Toen kreeg ik weer acht tellen. En toen ging de bel. Dus was ik safe bij de bel. In de hoek. Um, derde ronde. Het begint. Ik geef hem een spinning backfist. Hij gaat neer. Uh, dus het staat in principe gelijk. Ik uh, kreeg een extra ronde. En toen sloeg ik hem KO na een half minuut of zo. Dus dat is nog steeds een van mijn lijpste wedstrijden ja, die ik gehad heb. Man. Dus uh, dat werd door veel mensen gezien. Um, dus toen kreeg ik al snel eerst een kans bij World Fighting League. WFL, dat in Almere. Almere. Dus ook altijd, werd dat wel groot aangepakt. Toen moest ik vechten tegen een jongen die al heel lang A-klasse vocht. Um, die ik ook kende. En het was mijn... Tweede A-partij volgens mij. Ja. Uh, dus een hele grote kans voor mij. Het was de eerste keer live op tv. Um, ik ben denk ik nog nooit zo zenuwachtig geweest voor een wedstrijd. Um, en toen won ik die wedstrijd ook in één minuut op, uh, op TKO. Um, dus toen ging mijn naam al snel uh, omhoog. En toen kreeg ik gelijk een contract uh, bij Fusion. Nou, en toen heb ik daar niet, uh, ja, niet verloren. Uh, twee keer voor de titel mogen vechten en twee keer gewonnen. Hoe snel ging dat? Ja, ook wel snel volgens mij. Want er, er was uh, uh, de huidige kampioen toen die ging naar Glory. Ja. Uh, dus die titel was vakant. En toen werd ik volgens mij na twee wedstrijden al naar voren geschoven. Uh, en jij krijgt de kans en die won ik toen. Zo snel eigenlijk? Yeah. Ja, dat is het ding. Je, je weet niet hoe het gaat. Daarom zeg ik, je, je kan er niet echt een ja. leeftijd op zetten. Het nee. kan heel snel gaan, maar het kan ook soms wat langer duren. Want Fusion is dat dan... Ja, Kijk, is dan gewoon. Zeg Champions League. Maar, en dan Champions dan League. En dan ja. Ja, 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 heel veel ja. jongens die beginnen daar en die stromen door naar. Ja, <laughs> Andrew Tate is volgens mij ook in M-Fusion gevochten. Ja, die was ook kampioen. Fucking uh, lijp. Ik zat laatst dat ik het gevecht tussen Benmo en Jaraya hey, ja, te ja, kijken. Ja, ja, hij is daar... van de beste. Uh, beste hij is daar dus de commentator. Oh, serieus. Ja, <laughs> ja was het man, als je heel veel dag, beelden he? kijkt. <laughs> ja, man. Als je heel veel beelden kijkt, dan is hij gewoon. Hij heeft ook meegedaan met die reality show. En heel veel. Die jongens uit Nederland die daar vochten die hebben ook tegen hem gestaan ja. en nu is hij gewoon een soort, is hij dus man, een soort ja toch? <laughs> ja, <torgy, laughs> ja, ja wel grappig ja hij ja, is ook aan het gaan man hij is ja. ook daar begonnen en nu ja, nu, ja. hij uh, ja, wat, ja, wat anders gaan doen ja, denk je dat hij geval, internationaal ja, nog ja. enig impact gehad heeft op de groei van kickbox of zo hij heeft het niet echt veel daarover of zo nee ik denk nee. niet man hij moet dat wat meer pushen man hij kan echt ja, veel ogen erop hij heeft wel veel vervechtsport volgens mij maar niet echt er was volgens mij trouwens wel een soort van iets gaan, dat hij misschien een soort iets zou beginnen daarin. Maar dat is ja? volgens mij nooit uh, uh, doorgezet. Het lijkt me een logische stap voor hem. Als hij bijvoorbeeld een, ik noem maar wat, een glory zou overnemen. Ja, Volgens mij of was het nou, niet overnemen. Volgens mij was er wel een plan dat hij iets zou uh, beginnen. Ja, ja, ja. Is, uh, ja toen ging hij, voor, hij zat vast en zo. En toen, toen dacht nee. hij, laat, me er ja, even laat even maar er vrij zitten. 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 <laughs> ja, even mijn eigen Sorry. leven ja, ja. risico's lopen. Ja, ja. Ja. Maar je vliegt dan eigenlijk best wel door Enfusion heen. Misschien de lompe vraag. Voelde dat dan ook misschien makkelijk op dat moment? Of was dat niet het geval? Nee, ik heb wel echt zware par partijen daar gedraaid. Ja. Maar dat was alleen maar goed. Ik heb best veel gevochten daar. En juist uh, genoeg ervaring op gedaan. om überhaupt naar glory te kunnen. Ja, mm -hmm. Dus nee, het heeft niet als, uh, helaas niet als vliegen gevoeld. Het nee. nee, nee. nee. ja, ja. is, <laughs> <laughs> is gewoon hard werken. Ja, ja. En je ja. bent de belt dan? Krijg je dan ook nog een speciale prijs daarvoor? ze dus zegt van hé, hey, nu kunnen we lekker naar Ibiza gaan uh, nee man even denken nee 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 het was gewoon mijn normale gage wat ik kreeg ja, hè? nee um, ja nee bij infusion heb ik wel, volgens mij was het mijn laatste wedstrijd bij infusion heb ik toen een toernooi gevochten in Abu Dhabi daar ben ik voor het eerst een beetje geld gaan verdienen ja en dat was toen de laatste en toen ben ik naar Glory gegaan ja is dus wat leuk want kickboxen moet je eigenlijk wel echt doen gewoon voor je passie ja yeah. 100% ja, als het ja, doet voor geld dan geld ga je het niet volhouden. Het heeft geen zin. Nee, dan moet je 14, 15 jaar moet je knokken voor je leven en dan pas. Ja, dat ga je niet volhouden als je... Ik heb nooit aan geld gedacht. Dat is, nee, het, ja. dat is het mooie. Dat is ja, anders had ik niet volgehouden. Terwijl ik denk dat er worden... geen professionele sport is die je voor het geld gaat doen, toch? Nee, maar of is dat... Het mag, het mag het een soort nog. van deels, deels zijn daarvoor, maar als dat je hoofdmotivatie nee, is dan... Ja, het, het is ook drellen. gewoon niet slim. Als je zeg maar het meest geld wil verdienen... Ja, kan ik wel wat dingen bedenken die sneller, uh, wel wat eenvoudiger ja, zijn precies, dan... Ja. Het moet wel een soort passie. <laughs> ja, het uh, moet wel passie zijn. Ja. En ja. Ja. Ja, ja. Ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant merk je nu ook bijvoorbeeld met voetbal. Omdat je bijvoorbeeld al die bijvoorbeeld alle, alle spelers in het Nederlands team ziet. Jonge gasten, hebben genoeg geld, spelen bij de grote clubs. Ja. Dus status is hoog, reputatie is hoog, maar geld is ook gewoon hoog. Mm -hmm. ja. Er zijn heel veel mensen, die, of jonge jongens, die dan gaan voetballen, kijken ook naar die jongens. En dan zien ze dat wel ook in die Als patronen motivatie. terugkomen. Ja, je ziet ja. hetzelfde wat je tegenwoordig. Je, denkt, oh, je ziet ze allemaal vechten. Een heel, heel pakket van mensen komen veel op de televisie. En dan denk je al gauw van: oh. Ja, ik denk misschien dat het deels. Niet per se geldt, maar ik keek dan altijd naar. Uh... Tijdens Spong vroeger. En die ja. had op YouTube altijd zo'n eigen documentaire. En dan zag ik hem altijd lopen in zo'n pak en zonder beroep. En dat, dat heeft wel ook deels inderdaad... Van, oh, dat is wel gruwelijk. Ja. Inderdaad, het ja. is dus een soort van die aanzien... en ja, Hoe je leeft als kampioen. En dan deels misschien ook wel financiële vrijheid dan. Uh, ook wel, ja, het kan ook wel helpen. Snap ja. je? Als, als ja. dat je motiveert. Als dat ervoor zorgt dat jij je uh, teringhard gaat trainen. Dan is het ja, oké. Okay. Ja man, Het ja. is wat meer totaalplaats. Dus geld kan een onderdeel zijn. Precies, maar daarnaast ja. ook gewoon... Moet je het leuk vinden wil ja, je best is, Ja, dat is de belangrijkste, ja. 100%. Om mensen je zien. Ja. En dan komt glory natuurlijk. Ja. Zegt, uh, je hebt dan twee keer gewonnen. glory komt gelijk aan kloppen. Zegt uh, Hoe gaat dat eigenlijk? Komt er iemand langs? Mailen ze, bellen ze? Uh, nee, ik had toen al bij Infusion Management uh, uh, Edwin van Oost dat het de baas van Infusion is mijn manager. En die heeft dat toen. Dus, dus ah, ja, ja die, die zit gewoon heel kort met hun. En uh, ja, het is gewoon een ja, normale route. Weet je, als je daar kampioen bent, dan veel jongens stromen door. Dus dan was het gewoon het gesprek aangaan. En uh, ja, ik had me gewoon genoeg bewezen om uh, naar Glory te gaan. Mm -hmm. uh, dus die heeft dat toen geregeld. Het is en, ook uh, mooi van zo'n baas van een organisatie om dat te doen. Ja, ja, ja. Want je zegt ja, eigenlijk: ja. Oké, okay, mijn beste talent, ja, neem het. Ja, 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 ja. Het is niet dat Dana White gaat zeggen. Hier hebben nee, oh, die. Nee, die mee wil. Die ja. heeft een hekel aan de PFL, zeg ja. maar. Ja, dat, dat Francis en Gano daarheen wil, was groot probleem. Ja. Hij mag nooit meer terugkomen, Ja, die ja die andere. Het was gewoon die andere gast die uh, die op een gegeven moment zei, uh, die leak pauze op een gegeven moment weghaalde omdat het omdat de pay-per-view te weinig verdiende. Oh, Mighty Mouse. Ja, Mighty Mouse, die gast. Ja. Klopt. Die is dus naar One. Die is nu naar One, one, fc, yeah. one gegaan inderdaad. Ja. Ja. Yeah. Klopt. Ja, yeah, maar ja, ja voor. Voor, ja, voor, me, voor Edwin dan was het gewoon, ja, je hebt tegen iedereen gevochten, het is gewoon tijd voor de volgende stap. En hij is mijn ja. manager, dus hij, moet, ja, hij denkt ook gewoon met me mee. Ja. Dus hij eigenlijk doet het best wel. voor mij. Ja. En ah, eigenlijk ja. ook wel indirect ook gewoon voor hem. Ja, tuurlijk. financieel logisch. gezien en zo is ja, ja Dus logisch. Het, het is gewoon de juiste stap. En uh, ja, bij mijn debut vocht ik gelijk een toernooi. Um, en die woon ik allebei op TKO, dus dat was gewoon een perfecte debuut voor mij. En uh, ja, dat was een goed begin. Hoe was de dag dat je te horen kreeg dat je bij Glory zou gaan vechten? Een tijdje geleden man. Hoe lang is dat nu geleden? Ik kan die micro's ook naar je toe trekken als je gewoon lekker wil zitten. Ja, drie jaar. Ja, want ik heb eerst ongeveer 25. Want het lijkt me dus een heel gek gevoel, we hadden het hier laatst ook over met Jarno Erens. Die dan in de UFC vecht, maar. Het is een soort van altijd al je doel. Dus het is ja. een finishlijn. Maar direct ook de start. Ja, van een nieuw Want, doel. Want ja, je hebt wel iets heel tofs bereikt. Ja. Maar tegelijk ook geen moer. Ja, ja, ja precies. Je begint weer bij als nul. Als je twee keer, gewoon. drie keer verliest. Ja, dan ja, denk je. Ja, 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 het is niks. Ja, ja. Dan kan je gewoon weer pleiten. En ja, dan, je, dan, ja. je begint weer bij nul. Ja. ja, in de loop van je carrière van Infusion. dan gaat het al wat meer in je hoofd zitten. Je, je voelt dat je dichterbij komt. Ja. Um, dus ja, maar als je dat contract tekent. Ja, dan is het weer gewoon. Ja, het is wel weer een soort van een droom die je waarmaakt. Dus het is wel iets heel groots en moois. Mm -hmm. Maar wat hij zegt, ja, dan begint het. Dan, dan denk je wel oké, okay, ik teken nu, maar nu doe ik mee met de echte jongens. Ja. En dan begin je weer bij nul. En is het gewoon gas geven? Ben je iemand die zeg maar inderdaad een, een feestje gaat vieren en dan echt het voelt of denk je van ah, het is logisch. Nee, ja, helaas niet. Ik heb net die belt twee keer gewonnen en nu gaan we gewoon, dit is de volgende stap natuurlijk. Ja, ik ben, ja, ik zou wat meer stil moeten staan soms bij uh, wat ik dan bereikt heb. Mm. Het is niet iemand die dan inderdaad heel uh, uitbundig het gaat vieren of zo. Nee. Het is dan heel, heel snel normaal. Weet oh, ja. je, en dat die snel dingen accepteren, dat kan heel chill zijn. Wat ik zeg bij die verliezen is dat chill, als je dingen snel kan accepteren. Maar het is ook goed om uh, even in het moment te zijn met je dromen en te denken: oké, okay, ik heb het bereikt en ik mag hier trots op zijn. Ja. Nou, dat doe ik misschien te weinig. Um, dus nee, ik heb het niet per se gevierd. Het was uh, volgens mij gewoon oké. Okay. Nu ga je nooit, was een trainer van en je gaat nog harder trainen. <laughs> ja, dat ja, <this> is man. <laughs> ja. Ja. En dan heb je dus uh, toernooi of twee toernooien waarin je meedeed, zei je net. Uh, nee, mijn laatste bij Infusion was toernooi en de eerste bij Glory was ook een toernooi. En die heb je allebei gewoon gewonnen. Ja. Dan ja. heb je ook een stempel gelijk gezet. Ja. In Glory. Ja, gelijk een goed debuut. Dat was, uh, ja, volgens mij ja, kwam ik gelijk wel in de top 10 toen. Ja, man. Um, ja en toen werd ik gevraagd om was denk ik een maand of misschien twee maanden max na het toernooi om uh, in te vallen in een ander toernooi uh, en toen ik heb na die na mijn debuut heb ik de fout gemaakt om niet gelijk door te trainen dat is iets wat ik wel vaker deed is gewoon een fout die ik had, dat ik even iets te lang blijf chillen nee. uh, en iets te slecht ga eten en uh, ja. iets minder fit wordt ja, ja. <laughs> um, uh, dus toen werd ik gevraagd oké okay, wil je invallen meedoen aan het toernooi uh, waar Rico ook aan meedoet um, dus toen heb ik daar uh, ja op gezegd. Toen ben ik ja, een week gaan trainen, maar en toen uh, mocht mm, ik in de voorronde tegen de tank. Uh, en dat was toen mijn eerste verliespartij. Ja. ja. Maar als je de kans krijgt om ja met Rico mee te doen, is het me ook moeilijk nee te zeggen. Ja, dan ja, dan snap ik, denk, wel. ik zag het al voor me dat ik gewoon de eerste woning in tegen Rico sta bij mijn tweede ja. wedstrijd bij Glory. Ja, man. Uh, maar ja, dan was je iets te gretig. En uh, ja, dan verlies je eerste eerste professionele wedstrijd. En, uh, als alleen maar goed had zo moeten zijn. En, ja. Uh, ja. Hoe ga je er dan nu mee om? Blijf je nu wel consistent fit of, of zorg? Ja, veel ja. 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 Het is, het is, ik, ik kan niet altijd pieken, maar ik blijf wel gewoon altijd uh, doortrainen. Ja. Ja. Ik kan niet meer te, te, te diep zakken na, na een wedstrijd. Het ja. Ja, is wel grappig dat dat is iets of in ieder geval waar ik nooit echt bij stilstond. Een uh, Mayweather wordt daarvoor heel erg op geprezen dat hij eigenlijk altijd wedstrijd is fit, fit, fit van is, altijd, ja. maar dan dacht ik altijd van ja bro, ik ben sporter, ik bedoel, doen. Ja. Maar nu, naarmate ik er wat meer inzicht, denk ik van ja, dat is eigenlijk zijn echte machine is, die inderdaad als de pressure er niet per se is, dus ook nog steeds van een ja. fucking saai leven hebben. Ja. ja. <laughs> Havermout proppen Precies. en nog, fucking verdoven. Steeds steeds ja. ja man. Ja, oké, okay, ja, ik ben misschien daar niet zo strikt. Ik probeer daar ja. Na zo'n wedstrijd toewerken, kost het me best veel. Dus ik heb mm -hmm. wel een soort van deload nodig. Ja. Dus het is niet dat ik inderdaad gelijk weer uh, volop aan de training ga. Dus ik, ja, een bepaalde soort balans heb ik er wel in. Maar ik laat het niet meer zo ver uh, schieten als voorheen. Ja. Nee, nee, ja. Wel. Ja. wat is dan op een gegeven moment hè, als jij uh, er komt zo'n wedstrijd eraan? Hoe lang van tevoren? Het als als gaat niets wijzigen, toch? Ja, je weet ja. gewoon. Over drie maanden is een wedstrijd. Hoeveel weken van tevoren zij dan echt gewoon scherp? Ja, ik zeg altijd rond uh, de, ja, tussen de acht en zes weken wil je wel de echte voorbereiding echt. hebben. Ja. Um, de afgelopen wedstrijd had ik natuurlijk een jaar niet gevochten, dus toen heb ik het wat langer gedaan heb ik het gewoon langzaam opgebouwd. En dan wel inderdaad die laatste acht, zes weken wel echt het tempo echt gaan pieken, wil je. Ja, man. En dan ja, is het. Twee weken voor de wedstrijd ga je er weer een beetje afbouwen langzaam. En dat is om blessures te voorkomen en zo om weer bij te tanken? Ja, ja weer een beetje ja. focus op herstel. Je moet wel, je, je wil niet overtrainen daar. Je moet op het juiste moment pieken. Ja. Um, dus die laatste twee weken wil je ja, wat iets minder gaan trainen. Je gaat dan niet meer sparren. blessure voorkomen. Ja. En uh, focus op herstel, masseren, uh, ijsbaden. En uh, zorg dat je helemaal fit op de dag bent. Wat doe je allemaal om dat te meten zo? We hebben nu toevallig zo'n nerdy uh, aura ring. Uh, oh, ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ik ben verder niet echt een health expert. Maar, ja, uh, uh. Meten, ja, dat, ja. Het zou wel goed zijn om dat te doen. Maar uh, luister naar je lijf, man. Ja. Ik doe dit al zo lang. Ik weet precies uh, wanneer ik te hard ga. En wanneer ik even rust. Dat moest ik ook allemaal wel leren. Um, maar ik voel dat gewoon aan. Ja. Uh, ik word vaak ook uh, ziek. Ik krijg vaak griep als ik uh, even te hard ben gegaan dus dan moet ik gewoon even een paar stappen achteruit doen mm. dus het is gewoon echt luisteren naar je lijf ja. 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 gewoon je gevoel volgen dat is wel gek hè want dan zou je mentaal zou je nog verder kunnen maar nou, je, je geef... lichaam maar je lichaam geeft op een gegeven moment signaal hey, hey, hey rustig, rust precies ja maar dat ja. is denk ik en elk lichaam is anders ja. ja dat is denk ik de grootste frustratie waar ik op een gegeven moment ook ik deed een tijd lang fitness heel ja. fanatiek dacht ik echt dat ik bodybuilder ging worden <laughs> maar toen kwam ik er ook op een gegeven moment achter van ja de uitdaging zit hem niet in oké, okay, ga jij elke keer in de gym zo hard mogelijk Precies, trainen. Ja. Dat is prima. Dat vind mm -hmm. ik leuk om te de... net Het zit mm -hmm. hem erin dat ik soms ook minder hard moet trainen. Of dat ik dat daar, daar dacht, even ja, hallo, toen al die moeite al om hard te trainen. Nu ja. moet ik ook nog gaan kijken wanneer ik iets minder hard ja. of dan weer harder. Ja. Ja, daar lijkt me dat er heel veel nuance in zit die ja. mij echt frustrerend lijkt ook ja. met tijden. Ja, en dan is het, ja, en dan is het in het topsoort ook nog dat je vaak naar andere jongens gaan, gaat kijken en die dan wel tien tot twaalf keer per week trainen. Ja. Maar misschien, is mijn, nou, misschien wel zeker weten, is mijn lichaam anders. En ga ik beter op acht keer trainen. En dan wat in meer rust. Waardoor ik wel kwalita kwalitatief betere trainingssessies heb. Um, ja. In plaats van meer en dan mindere goede sessies. Ja, ja. ja dat is... en, maar dat is even gewoon tijd nodig om ja. dat, je lichaam te leren kennen. En leren luisteren naar je lijf. Um, en dat, heb je, dat, dat, dat weet ik nu wel. Ja. ja, dat is lijp. Ik hoorde dat laatst in een podcast. Dat Waar op een gegeven moment het Russische worstelteam, het Amerikaanse worstelteam, want dat was natuurlijk eigenlijk ja, een ja, oorlog man. tussen twee ja, landen op een mat, dat het Amerikaanse team trainde, weet ik veel, drie keer per week, tweeënhalf uur, gewoon ja. super intens. En die Russen deden gewoon, weet ik veel, elke dag drie kwartier. Ja. Maar elke dag. Ja, da -da -da. Dat ze zoveel meer reps konden doen, dat daardoor dat het team ja. zoveel beter was. Ja. En dat die Amerikaan op een gegeven moment ook dat volgens mij doen wij iets niet helemaal handig Ja, hier. precies. Het is wel bizar hoeveel impact dat kan hebben, dus hoe je daar slim mee omgaat. Dus ja man. Zie ja. je ook terug toch met Nederlandse schaatsers. Nederlandse schaatsen is gewoon het hele jaar door schaatsen of schillen. Maar ze kunnen eigenlijk op kunst uh, uh, ijs ook gewoon schaatsen. Mm -hmm. Zie je met Olympië Spelen dat Nederlanders over het algemeen, ondanks we zo'n klein landje zijn, toch veel beter zijn dan Precies, ja. de meeste concurrenten. Ja. En dat is wel gewoon hoe shit werkt. Ja, als jij bijvoorbeeld al uh, verschilt tussen jongens die op hun zesde beginnen met voetballen, of als ze twaalf zijn. Ja, tegenwoordig kan je op je zesde beginnen, maar ik weet ook nog wel dat vroeger de jongens gewoon op hun twaalfde begonnen. Ja. ja. als je dan twaalf bent en dan begin je met voetbal, dan loop je wel in een keer zes jaar achter, hè? Maar dan ben je echt een omgooien met de ja. bal. Ja. 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 <laughs> ja, nee, ja, maar dat is lastig, want ik ben, ik, ik ben, ja, 16 volgens mijn eerste wedstrijd. Dat is ook best laat. Ja, ja. is dat laat? Ja, zijn kickboksen? jongens die ook, ja, die ook uh, wanneer ze acht zijn, negen zijn al kickboksen. Ja, ja dat, dat is dat ook, ook zo'n ding, ding waar zeggen. je denk ik gewoon niet mee bezig moet zijn. Nee. Want je hebt bijvoorbeeld T. Wilder. Ja. Hij was, wat was hij, 26 Precies, of zo? Is voor die het, is, ja, ja. Twee ja. jaar later, ik weet Olympische niet wat daar spelen we het inderdaad. Ja. <laughs> ja. Hey, misschien jij ook, ook hey, misschien En Gano ook. En Gano ja. ook, was hij 26. Ja. Of ja. Of nou, ik vind het allerhardst ja. dat Engano nu, wat hij ooit wou, was bokser worden. Dat was wat hij wilde. Maar in zijn gym zei dus gewoon, Ja, bro, dat boksen is niet worden, voor ja. jou, man. Doe gewoon UFC, duizend je kracht. Ja, hij wou bokser worden. Mike Tyson was zijn. Zijn droom. voorbeeld. En nu is hij getraind door Mike Tyson, heeft hij het moeilijk ja, opgedaan. Ja, dat is wel de droom, man. Ja, ja, Blijf vasthouden aan die droom. Ja. Links heb of je, rechtsom, dan komt hij wel. Heb je altijd gehad kickboksen? Of heb je ook nog wel tijd alleen boksen gedaan? Of, uh... Nee man, het is altijd kickbox geweest. Veel mensen vragen je, inderdaad, wil je nog MMA gaan doen? Maar dat, dat, nee, dat, dat is gewoon een heel andere sport, een heel ander spelletje. Ja, dus dat zie ik niet uh, gebeuren. Boksen zou ik nog op zich wel. Dat is ook natuurlijk heel wat anders, maar dat vind ik dan meer bij me passen. Ja, maar de focussen nu eerst op die belt, man. Dat, is, ja, dat ja, heeft dan veel ik. tijd en nee, is uh, anders. energie nodig. Ja, Niets anders dacht, ja, kan eerst ook dat, niet, toch? Je ja, wilt ook niet eens aan denken, eigenlijk, man. Nee, man. Nee. Nee, de focus is echt, echt 100% hierop. En uh, wie weet daarna... Ja. Ja, als, je, als je kampioen bent en ze vragen voor een, uh, een bokspartij voor een ja. Ja, 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 geld, dan zie uh, ja. je. Ja, alles Waarom wat niet? in Amerika gebeurt, trekt hier naartoe. Hè. Dus dat influencerboxen moet hier nog een beetje opborrelen. dan gaan de eerste paar van die influencer vechten. En daarna zegt er eentje: ik kan ook tegen echte boxers. Tegen Rico, maar Ja, als je daar staat en. Het is, ja, het is goed geld wat ze krijgen. Het is een groot gelijk om, ja. te, om dat te doen. Ik zou niet met jou dringen, ring instappen, man. <laughs> snap ik, snap ik. Wat weeg je? <laughs> ik weeg nu 81 kilo. 81, ja, wel iets dus, te uh, Al is het alleen boksen, ga je uh, waarschijnlijk uh, dood Het de 110 en 115. En als wij met z'n tweeën tegen jou Op zouden Elkaar gaan... Op zo. Dat gaat ook niet. <laughs> werken, <broer. lacht> Helemaal niet met trappen. <laughs> Op één low kick en dan ligt jouw been eraf. Uh, ietsje ja, doortrainen. <laughs> ja, Nog ietsje doortrainen. Uh, <laughs> Wanneer voel jij je eigenlijk topfit? Heb je een bepaalde vetpercentage gewicht of waar je echt denkt. nu uh, is het gewicht ongeveer rond 111 uh, rond, uh, ja, 112 mm -hmm. wat ik eigenlijk mijn laatste wedstrijd was um, en dat wil ik wel langzaam opbouwen ja. het doel nu is uiteindelijk wel gewoon op 115 afgetraind uh, maar dan met die, nog wel de juiste snelheid en bewegelijkheid uh, rond te lopen hoe ja. bouw je dat op ja, dat is elke keer tussen wedstrijden in, even bulken, focus op krachttraining. Kijk, gewicht ga je niet bouwen in een echte voorbereiding, omdat je zoveel aan het trainen bent. Ja. Dus het is steeds na elke voorbereiding weer... Um dan ja, van veel eten en, en veel krachttraining doen. En dan weer. <laughs> uh, dat zijn, dan zijn die paar weken rust. wel Ja, dus goed, ja, paar jaar, ja. ja, ja, ja dan kan je verbouwen. Je veel pepernoten, veel ja, want, want hoeveel moet jij eten om gewoon je gewicht op pijl te houden? <laughs> ja. Je bent groot toch? Je bent bezig. Uh, op pijl houden zou 3600 zijn of zo. En ik denk dat ik wel naar de. Ja, dat je wel richting de 4000 gaat om een beetje spiermassa te bouwen. Ja, en ga je dat dan clean eten? Dat lastig, is fucking dat. <laughs> ja, dat is goed duur. <laughs> lastig. Uh, ja, het, ja ik, ik merk wel dat het echt lastig is om die spiermassa op te bouwen. Ja, Ook nee. omdat je gewoon, ja, kijk, nu heb ik december weer, dus ik heb eigenlijk geen eens tijd om echt te bouwen tussendoor. Nee. Um, ja, dus ja, dat gaat gewoon heel langzaam. Maar dat, ja. ja, ik vind dat wel een mooi streefgewicht om uh, die 115 gewoon uh, in goede shape te zijn. Mm -hmm. En uh, al die andere jongens, veel jongens zijn 120, 125 kilo. In mijn hoofd dacht ik, oh, dat moet ik ook worden. Maar uh, nee, ik wil me gewoon fit en gezond voelen en energie hebben. Ja. Uh, dan maar wat lichter. En dan maar wat sneller zijn om goed te kunnen bewegen. Ja. Ja. Hey, dat is echt wel bizar dat je zo'n 110 kilo licht bent. In ja, ik ben, ja <laughs> vergeleken met hier ja, ben ik licht. Want bewegelijkheid, hè? wordt dat dan ook gemeten? Of is het gewoon puur gewoon van wat je zelf voelt? Want... Precies ja, hoe je voelt ja, ja. en uh, ja, nee, het wordt niet. Nee, Wij, ja, ik weet niet of andere jongens dat doen, maar het is meer ja, als ik, ben, ik, ik heb wel eens naar die 120 toe getraind. Dat was ik gewoon 16 kilo voor een wedstrijd. En dan merkte ik gewoon in mijn snelheid in mijn dat het allemaal log werd en dat ik gewoon mijn spel niet kon spelen. Mm. Um, dus dat ga ik niet meer doen, nee. weet je? Me goed voelen, energie hebben, um, er goed uitzien. Dat speelt ook natuurlijk wel deels ja. dan voel je je ook beter. Uh, dat vind ik belangrijker dan echt die kilo's uh, hebben. Ja. Hoe is het dan mogelijk dat Tyson Fury eruit ziet als een pak melk? <laughs> Wat is de logica <laughs> daarachter? Geen logica. Dat het, 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 het past bij zijn spel. Want hij is ja. nog steeds mm -hmm. snel en beweeglijk. Kijk, ja. hij, is dan, hij heeft een dikke buik, maar hij heeft best wel dunne armen en dunne benen. Ja. Dus zijn lichaam is gewoon, hij is zwaar, maar nog steeds beweeglijk en snel. Ja. Uh, en door het gewicht heeft hij ook nog heel veel power. Ja, voor hem is dat een soort van ideale combinatie. Het is toch wel fucked up, zou ik liever een beetje goed erbij lopen. <laughs> Als dat je perfecte ja, maar... gewicht is om op te treden, is het toch zuur? Ja, echt zo. Maar het werkt wel voor hem. Kijk, ja, natuurlijk, nou, Joshua is het tegenovergestelde. Uh, die ziet er helemaal geweldig uit. Maar ja, zijn wedstrijden gaan niet zo goed. Nee, nee hoor. En nee. Tyson Fury die ziet er wat minder uit. Maar ja. die, uh, ja, die wint wel alles. Maar ja. oh, dat is toch wel het mooie? Dat is toch wel het mooie van de speler? Dat kan, ja dat ook dus we op een gegeven moment ook tegen die kleine Mexicaan ja Ruiz ja ja Ruiz het is <laughs> daarvan dat uh, verloren Verloor, ja maar ja, ja, het is toch geweldig dat, precies alles kan gebeuren ja, dat, dat En dat is het mooie spannend. van het ja. spelletje inderdaad ook van UFC weet je soms denk je oh, oh, zeg maar, wat er daarin gebeurt ja. soms ja. ook UFC uh, ja nu 20, 30 jaar geleden toen dat begon ik heb verschillende sporten tegen elkaar <laughs> ja dat is toch ja. helemaal nergens weet je wat het is? Ja. Er gaat zo'n gast van 20 kilo ja. gaat tegen een gast van 70 kilo en die 70 kilo ja. die, die, die pakt hem al nog, weet ja. je? Ja. Ja. die, die klemt hem gewoon ergens. Ja. en dat vind ik wel mooi gewoon aan, aan de versporten zeg maar, met fitness zou je het nog een beetje kunnen gokken. ah ja, die ziet ja, er spieren dat gaat werker, allemaal uiterlijk. Ja. maar met de versport gaat het zoveel om de mentale strijd die je met jezelf hebt moeten voeren. wat jij ook zegt, die duivels die precies, je van tevoren ja. moet Gaan aankijken gewoon in de ogen. En ja, die moet overkomen. Dat winnen. En dan ook nog je stijl. Want ja. dat maakt ook gevechten natuurlijk hoe je stijl. Um, ja, het is gewoon zoveel meer dan alleen hoe je eruit ziet. Ja. En dat maakt het inderdaad mooi. En zie je dingen die ja, het blijft gewoon altijd spannend. Wat mm -hmm. ja, dat je zegt, uh, klein, wat dikker iemand die kan gewoon winnen van een uh, Anti Joshua die er helemaal perfect uitziet. Ja. Ja. Heb je nog uh, bepaalde speciale. Rituelen die jij hebt voor een wedstrijd? Even um, denken. Nee, eigenlijk niet, man. Nee, ja, ja, ja. Wat ik net al zei, je gaat wat meer focussen op meditatie. Dus daar heb ik gewoon een soort routine in. Uh, en ademhalingssessies met mezelf. Ja. Um, nee. nee, man. Ik heb niet. Uh, gelukkig ook niet. Als het dan een keertje is... niet lukt of fout gaat, dan uh, zit het helemaal in mijn kop en dan gaat het mis. Ja, dat lijkt me ook Zo zuur. Ja. Nee, ja, ik heb, ja, heb niks, uh, niks speciaals, speciaals wat ik elke keer... Uh... Nee, maar... het, is, oh, ja. Ja, het is gewoon wat ik zeg. Het zijn, het zijn gewoon schema's en routines die de laatste paar weken. En daar wil je wel een soort van aanhouden. Ja. Hoe ontwikkel je je nu als vechter nog? Zeg maar? Ga je heel specifiek... Heb je bepaalde dingen in je arsenaal waarvan je zegt, daar wil ik nog beter in worden? Of is het nu puur van je ja. hebt de basis en je gaat naar je tegenstander kijken en daarop aanpassen of hoe ontwikkel je dat nog? Um, nee, ja, wel, we kijken wel naar inderdaad wedstrijden en gewoon tekortkomingen waar ik wel de focus op leg. En per wedstrijd kijken we weer naar de tegenstander en willen we weer iets uitvergroten bijvoorbeeld. Snap mm -hmm. je? Als we zien we ook geen low kicks, dan gaan we extra trainen daarop. Um, maar dat neem je dan ook weer mee de volgende voorbereiding. Snap je? Dus je ja. hebt die ene voorbereiding op Lokix getraind. Dat zit er nu in, dat neem je de volgende keer weer mee en dan ga je weer meer boksen. En mm zo -hmm. so ben je die wedstrijd en beter in boksen en beter in ja. Lokix geven. Bijvoorbeeld kevkicks gebruik je volgens mij ook wel, toch? Uh, heb ik nu één wedstrijd uh, opgewonnen. Ja, ja. 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 Zoiets komt dan best wel een beetje tevoorschijn. Wij krijgen dat niet bij kickbox training, zeg nee. maar. Dat is in ieder geval maar niet iets wat je nee. klassiek in de gym... van ja, geef uh, een ja, combinatie ja, ja, en een ja, ja, calf kick ja, ja. erbij. Is dat iets wat je dan op een gegeven moment toevoegt in je training? Omdat je denkt, hé, hey, ik zie dat ergens opkomen? Um, nou, eigenlijk kwam ik in die wedstrijd eigenlijk pas naar boven of zo. Ik raakte mm. me er een paar keer mee en toen ging ik gewoon mee door. Um, en nu, nu dat is gelukt, gebruiken we het wel wat vaker ook in de training. Ja. Als het, als het in, bij een tegenstander... Goed gaat werken. Ja. Om dus in de voorbereiding als gameplan gaan we dat nemen we dat mee. Maar het is ja. inderdaad het is wel iets nieuws. Ja. Het is echt iets van het afgelopen jaar ja. dat je dat vaker ziet. Ja. Want je ziet het in zwaargewicht voor mij weinig binnen Glory, toch? Uh, ja, ik heb nog één echt zwaargewicht. Ik kan me nu wel een licht zwaargewicht partij tussen de Tank en Mohammin, dat die hem ja. goed gebruikte. Mm -hmm. En voor de rest bij zwaargewicht nog niet, nee. 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 Ja, mijn beste dan, die ene, maar dat is ook een tijdje geleden. Ja. Ja. Maar het is heel effectief, ja. ja. Het is echt zwaar effectief. Ja. En het is moeilijk te, te blokken. Um, dus daar moet je dan ook wel gaan trainen. Als je iets ja. kan geven, moet je het ook kunnen blokken. Ja. Ja. Maar ja, hoe ga je dat doen? Toch, het is ja, toch echt wel, ja, wel goed inderdaad. Je moet het goed draaien, draaien. Ja. 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 <laughs> ja Ja, fucking leuk. Ja. Wel interessant om te zien. Daarmee kun je gewoon waarschijnlijk heel ver komen als je van als de rest daar nog niet op anticipeert je gewoon je heel goed, daar ja gewoon een daar gewoon op beuken ja, oh, nog van, hey, the fuck maar, dat, maar dat zeggen ze ook vaak toch je kan beter uh, in één trap heel goed zijn dan honderd trappen een beetje kunnen ja. snap je en dat is gewoon zo effectief als je die gewoon zo goed traint, dan kan je heel ver schokken ja, ja in ja. één trap want wat is jouw specialiteit voor volgens mij low kicks maar... ja nu de afgelopen tijd is dat wel echt low ja. kicks geworden ja vind je dat dan ook het leukst om te doen of heb je eigenlijk je iets anders veel toffer om te doen hoe deel je het liefst klappen uit <laughs> Nee, maar je hebt toch wel een voorkeur ja, nee, ja, stoot ja, of trap ja, of wat ja, ja. <laughs> um, Nou, het is wel lekker om te winnen op low kicks, Dat is wel echt een ja. goed gevoel. Ja. Um, maar vroeger deed ik ook veel knieën naar het hoofd. Dat is, vind ik, dan wel een soort van spectaculair en mooier en misschien nog wel wat lekkerder om te raken. Verlies je wel liever met low dan met. De ja, met de knieën <laughs> oh, oh, yes. um, Ja, dus ja, dus dat vind ik dan wel ja. leuker om te doen en ook wel leuker om te trainen, want ja. Kijk, een, een springende knie, ja, dat is gewoon dat is leuker, mooier dan een ja. simpele low kick. Maar ja, dat ja, is gewoon oh. een stuk effectiever, ja. een stuk makkelijker. Gewoon, hè, als je in een zakelijke wedstrijd moet vechten, dan ja, ga je niet allemaal springende knieën doen. Dan doe je gewoon simpel, je hebt low kick. Uh, je kunt, ja, hoe train je springende knieën? Ja, tegen pads Herhaal, misschien. Ja, gewoon herhalen. Maar gewoon bedoel, je pads. kunt het niet in sparren. Nee, dat, ja, dat is lastig. Je <laughs> niet echt ja, Dat, ja, nee, dat is lastig. als iemand ja. ineens een vliegende knie ja. in een zet. Ja, gooit. dat gaat niet. Nee. Dus dat lijkt me wel lastig. Ja. Dat van, ja ik weet dat, Gaat ja. Het gaat pads maar ja, hoe gaat kroos. die landen? Maar daardoor wordt het ook weer moeilijker oh, voor je tegenstander om het te verdedigen. Dat is waar. Want je, je oefent het niet echt je met spraak. niet vaak. Toch? Of is het gewoon makkelijk om te blokken? Denk je niet echt? Dat nee, het, het, is, niet nee het is sowieso lastig om te blokken, inderdaad. Um, ja, nee, dat klopt wel, ja. Omdat je hem ook niet vaak krijgt, bedoel nee, ja, nee, ja. je. Nee, nee, dat meer. Wat is net zegt, je hebt reputatie natuurlijk ja. uh, uh, nodig om ervoor te zorgen dat je wat meer die automatisering ja, krijgt precies, qua ja. die bewegingen en zo. ja. ja. Ja, dat is waar. Ja, nee, het is dan inderdaad gewoon in de training niet uh, niet ja. Gewoon herhalen, herhalen. En op een gegeven moment zit hij er dan in en dan ga je hem vanzelf ook in de wedstrijd gooien. Ja, man. Ja. Hoe, vaak, je? hoe vaak train jij op een dag dan? Is het gewoon twee keer, s' ochtends s avonds? Uh, verschilt uh, in welke periode ik zit. Inderdaad, als ik echt in, de, in die echte voorbereiding ja. zit, dan, ja, dan train je twee keer. De afgelopen keer heb ik gewoon vijf dagen in, in de week, twee keer per dag trainen, twee dagen rust. Ja. Dat dat voelt goed. Ja. Dat, dat voelt lekker, dat voelt goed bij mijn lijf. Heb ik heb twee dagen rust en dan kan ik maandag weer, uh, weer goed beginnen. Train je dan veel één op één of train je ook gewoon in de groepen mee? Uh, in ja, we hebben een klein groepje bij ons in de gym. Dat zijn drie, vier jongens, die zijn wedstrijdvechters. En die, uh, daar trainen we veel samen. Um, en in die echte voorbereiding ga ik ook wat meer één op één met mijn me trainer trainen. trainen. Ja. Ja. Nice. Ja. Hoe is dat voor de gym van jouw trainer geweest? Want hij zag in jou natuurlijk vroeg talent. Ja. Trainde hij toen ook al andere... Wedstrijdvechters in hogere divisies, als infusion Fusion of Glory? Uh, nee, hij begon dus met mijn broer. Ja. Dus die, uh, die deden alles samen en die, die gingen al snel vechten en mm -hmm. uh, ook in het buitenland vechten en zo. Dus uh, voor mij eigenlijk alleen met, ja, met hem. Ja. Uh, mijn broer is dan een tijdje geleden gestopt, die heeft wel nog een Fusion gedraaid, geen Glory. Um, en wij hebben dan doorgepakt en wel tot Glory gekomen. Want dat doet denk ik ook best wel wat voor zijn gym, toch? Hij heeft nu, ik bedoel, de nummer drie ranked uh, heavyweight van Glory. Ja, hij heeft dan sinds twee jaar hij heeft zijn eigen gym, Royal Gym Amsterdam. Mm -hmm. um, ja, 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 tuurlijk. Dat, ja, dat soort dingen werken wel als je met je, je, je gym uh, meedoet aan zulke grote events. Ja, dat, uh, ja, dat is zeker goed voor de gym. Ja. Ja. Ja, Want er zijn toch mee. niet heel veel gyms daar? In ieder geval, wij hebben dan een tijdje bij SB Gym getraind. In Amsterdam. Ik zag SB Gym. Nee, in, in uh, Maarsen maars ja maar gewoon niet het maarsen nee 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 meer van wat ik bedoelde van er zijn niet heel veel gyms die uh, gloryvechters brengen in ieder geval als ik kijk oh, ik zo. zie vaak heel veel mike ja dan dat, zie ik ja. heel veel sb gym ja en klopt. dan denk ik ja hoeveel andere dan zie je uit Den Haag misschien nog wat nu klopt. Met Jan Kaffa ja, en zo ja dat is aie inderdaad het zijn wel inderdaad die drie gyms die brengen heel veel vechters ja um, ja klopt uh, en dan heb je inderdaad een paar kleinere en daar zijn wij één van dat is ja. wel tof als je ik je vind het, het ook wel nice ja, ja en zo. dat ook is wel, nice, wel ja. gewoon lau. dat je in soort van ja niet meegaat daarin maar mm -hmm. gewoon inderdaad bij je eigen team blijft ja Oud in vertrouwd en het daarmee gewoon doet ja dat ja. is wel echt een collected ja 100% ja, het is gewoon ja we zijn gewoon een familie weet je ik, ik doe het het is een soort van tweede vader voor mij met trainer ja snap wel. Uh, en er zit mijn broer erbij die staat nog steeds altijd in mijn hoek ja um, en dan met trainingpartners. Weet je, daar, daar train je zoveel mee in de week. Dat worden een soort van broertjes. Dus het is ja. een soort van uh, familie. Ja. Hoe vecht je tegen, uh, gewoon in je sparring en zo, naar een wedstrijd toe? Tegen mensen die van hoog genoeg kwaliteit zijn. Dat je zegt, van, ik word ook uitgedaagd in de sparring ja. zodat ik weet waar ik sta. Nou ja, de jongens met wie ik train, uh, mijn broer dan. En dan heb ik Jasin uh, Guren, die zit bij Infusion. Uh, en nog een paar jongens. Dat zijn wel echt jongens van gewoon goed niveau. Ja. Um, dus dat gaat er gewoon hard aan toe en daar kunnen we gewoon volop mee sparren. Uh, alleen je raakt er gewend aan ja, dus je uh -huh. wil um, en je tegenstander gaat ook nieuw voor je zijn dus je wilt dat wel een soort van vaker doen ja en dat is wel lastig vooral in het zwaargewicht wat je zegt al die jongens zitten bij de grote gyms daar kan ik niet zomaar naartoe want daar ga ik allemaal nog tegen vechten uh -huh. um, dus om goede sparringpartners te vinden in het zwaargewicht, dat blijft altijd wel een dingetje. Ja, oh, fijn. Moet ja. je dan geluk... wel een keertje langs Ja, je <laughs> moet, uh, ja. <laughs> even iets meer eten en dan... Uh, Komt je goed wel, man. man, Even wat meer pepernoten. Pepernoten en uh, <laughs> ja. Zit de klas op de we zoeken altijd jongens. <laughs> ja toch, <laughs> ja. Ja. ik zal wel een keertje. Ga <laughs> <Afgebroken. Klaar. laughs> op een ladder klimmen <laughs> eerst en dan uh, kijken we hoe ver ik kom. Let's go. Let's Die go. ladder is wel goede bescherming voor lopen. <laughs> Maar ik heb dan wel geleerd. Ik heb geluk. Mijn broer is zwaar. Ik heb er nog een andere jongen. Um, is ook zwaar. Dus daar heb ik dan geluk mee. Maar het, ja, het zou meer kunnen zijn. En meer mogen zijn. Ja. 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 Ben je wel eens een tijdje naar Thailand geweest of zo? Eén keer heb ik voorbereiding daar gedaan, ja. ja? ja? Tof? Ja. ja, heel nice man. Ja. Gewoon chillen, trainen, chillen, eten. Ja, dat is perfect. Nog een speciale plek in Thailand? Ja, Waar bij... alle toeristen komen? Zeg nee, maar. Ja, wij waren dus helemaal bij uh, Pattaya. Dat is eigenlijk de hele andere kant van die eilanden. Um, het was een goede plek om echt focus te leggen op trainen. Het is dan wel een stukje minder mooi, denk ik. Als die eilanden ben ik nooit geweest. Mm -hmm. uh, maar in principe, ja, we hadden een gym daar en we gingen buiten rennen. Dus we hadden alles wat we nodig hadden. Ja. Maar ik wil graag nog een keertje naar Thailand en dan wel de, die eilanden zien. Ja, mooi toch. Ja. Is het daar ook echt, wel voor jou ook, dat dus je zegt, wel echt next level qua trainen? Gewoon qua hoe ze gaan en zo, of valt dat wel mee? Um, ja, je... je, je wat ik toen heb gedaan, dat was, was het het maakt het vooral zwaar omdat het gewoon zo heet was. Mm -hmm. Dus qua hoe hard ik train, dat is hier denk ik wel hetzelfde. Um, ja, dus dat blijft wel hetzelfde man. Um, maar wij gaan vaak naar Marokko. We zijn heel veel in Marokko geweest om voorbereidingen te doen. Oh, ja. Trainen komt daar vandaan. Um, dus we zijn, ja, de vorige wedstrijd niet, Maar daarvoor wel, gaan we gewoon inderdaad twee, we twee weken daarheen. En dan is het gewoon twee tot drie keer per, per dag trainen. En uh, dan gaan we wel wat harder dan hier ja, ja man. nice. dan zit je ook echt in de bubbel. precies ja. En waar maar zit je voor heb je rust? Ja, dus waar je zit je dan? welke plek? Uh, heet dat. Dat is in het noorden van uh, Marokko, nice. in de bergen en uh, is het gewoon de, rennen in de bergen en uh, op het strand trainen en Top. in de gym en uh, ja heel nice. Ja, wel uh, pittig maar ja, ja wel uh, warm. ja wel heel <laughs> ja, nice. Warm, man. ja oh, man. Ja. echt, echt leuk lekker. lekker eten en, uh, ja dat zijn mooie herinneringen man. Ja. dat vergeet je nooit meer. ja dat geloof ik wel. als jij zeg maar naar het verleden kijkend van kickbox, oké, 1 en dat soort mm. dingen. Als jij een keer tegen iemand zou kunnen staan die misschien ook niet meer vecht, wie zou je dan graag een keer een partij draaien? Die niet meer vecht. Uh, Mag ook dat hij wel nog vecht, maar. Nou ja, ik, ik keek altijd naar... Uh, Tijdens Sprong heb ik heel veel gekeken. Die vecht nog wel, die boxt, uh, mm -hmm. volgens mij. Uh, dus dan zou ik die zeggen, man. Ja. Wat ik net al zei, ik altijd die documentaires en zijn filmpjes en ik vond dat helemaal, helemaal gruwelijk. man. Ja, ja nice. Dus dat is wel een soort van voorbeeld. Ja. Daardoor werd je aangezet ook om te gaan kickboxen. Want dat was een beetje dat, zo'n voorbeeld van, je ja, dat van Ja, man, ook ja je Zo je ja. ook uit. Ja, deels wel. En. Uh, mooi was toen ik een jaar geleden dat vuurtje een beetje kwijt raakte, had ik een mental coach over en die zei van ja ga gewoon weer die oude filmpjes terugkijken waar het begon is waar het vuurtje begon is ja, man. weet je en als je dat dan terugkijkt dan dan, dan denk je aan vroeger en dan, uh, dan denk je van oh, je ja, hiervoor deken dat, mm. dat gevoel snap je dat gevoel ja. krijg je weer terug dus dat, uh, ja, dat zijn mooie dingen ja, nice. Nice, man. wat heeft het meeste voor jou gedaan in zeg maar wat je nu je er mentaal sterk in zat waar uh -huh. hou je dan het meest vandaan is dat ademhaling is dat de mental coach waarmee je praat wat heeft daar het meest aan bijgedragen als je dat kunt sowieso inputten? een uh, met mental coach man uh, want met haar bespreek ik gewoon uh, eigenlijk vooral persoonlijke dingen en ik geloof gewoon heel erg in dat je al die persoonlijke dingen meeneemt de ring in de ring is gewoon een soort van vergroot glas van hoe jij in het dagelijks leven bent um, dus als ik dat verbeter in, in mijn dagelijks leven, dan, dan neem ik dat gewoon in positieve zin mee de ring in. Ja. Um, en daarnaast uh, meditatie wel. Want dat zorgt gewoon voor dat je gewoon niet meegaat met die duivelse gedachten. En gewoon in het moment ben, en gewoon rust ervaart. En dus die twee tools, ja, dat, dat zou ik op nummer één zeggen, die twee, ja. Hoe vaak doe je meditatie nu? Hoe pas je dat toe? Um, in de voorbereiding wil ik dat gewoon elke dag en misschien wel twee keer per dag. Ja. Ja, ja. En hoe lang doe je dat dan? Je be ik begin altijd wel uh, gewoon klein en dat bouw ik op. Ja. Um, maar het liefst, het hoeft niet heel lang te zijn hoor. Tien, tien minuten s ochtends tien minuten s'avonds. Ja. Tien minuten zo best wel lang. Dat vind ik hoor. ook best wel lang. Ja ja, 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 ja. Als ik die nu... minuten doe, dan bij ik bijna. Ja, doe, ik moet oh, oh, terugdenken oh. aan die tijd. Wel, oh, yeah. Begin dit jaar deed ik op een gegeven moment één keer per week, maar dan een uur met niks. Oeh. Gewoon zitten op de oh, bank. nice man. En dan gewoon mijn ogen dicht, een timer op een uur en dan gewoon zitten. Ja, dat doe ik sowieso in meditatie niks. Gewoon Met zelfs mijn ogen open, soms ja. 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 ja ik vind dat mooi. Uur moeilijk, heb ik nooit man. gedaan, man. Word ik helemaal. Uh, ja. Ja, na een oh, uur. maar een, een uur is wel. Het is wel leuk om een keer te doen, want het geeft weer. Want na die 10 minuten kan je nog wel afwachten. Ja. Een uur is zo lang dat je op een gegeven moment echt in die staat ja, komt, je van, je ik laat gewoon alles precies. gaan, weet je, fuck it. En ja. dan op een gegeven moment had ik dan in ieder geval in mijn drukke hoofd dat ik op een gegeven moment dan oh, een nieuwe kant had. Ja. Maar ja, het is wel echt fucking vermoeiend. Ja, het is heel zwaar. Doe je ja. het nog? Tuurlijk niet joh. Ja. <laughs> ja, maar ik heb het ook wel. Ik heb ook periodes dus ik het niet ja. doe. En als ja. ik dan weer begin, dan begin ik gewoon met uh, twee minuten. Ja. ja. Gewoon als dus we even opbouwen, ja. ja, precies, echt ja. weer opbouwen man. want het is ik weet hoe goed het voor me is. Maar het is zo raar dat het gewoon zo moeilijk is om het gewoon doen en als dat ja. in je routine weer te krijgen, ja, ja. terwijl het eigenlijk het simpelste is wat je kan doen. Ja, maar doen. niks ja, doen. Ja. Ja. Maar ja, toch ik denk is het veel moeilijk. Veel... Ja. Precies, ja. 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 En het doen wel. Wel heel veel, veel mensen hebben dat. HRV ademhaling. Dus uh, uh. voor het verbeteren van mijn HRV, uh. daar ademhaling voor. Vaak 5,5 in, 5,5 uit. Ja, precies. Oké, okay. ja, dat, ja, 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 dat doe ja. ik wel. 5 ,5 seconden. Ja, dat is perfect voor je HRV verbeteren. Heb ik ook wel gedaan. Dat doe ik nu vaak ochtends en avonds. Ik doe nu inderdaad ook meditatie, maar dan. Uh, na mijn ontbijt en ik ontbijt dan wel wat laat om 11 uur. Ja. Maar dan is het zeg maar meditatiedag ik, oh, Ja, doe ik wel ergens op de dag. En dan s'avonds heb je dat niet, oh, ja, niet gedaan. Precies, ja. Dan heb ik het gewoon standaard: oké, okay, uh, ontbijt en dan doe ik het daarna. Dat is perfect, ja. Even 10 minuutjes. Want ik merk wel dat ik daarna, weer de uren daarna. dan ga ik een beetje richting de middag toch. En als wij bijvoorbeeld uh, diep werk moeten leveren en zo. dan op een gegeven moment in de middag ga je wat meer afdwalen en zo. En ik merk als ik dan even heb gemediteerd daarvoor, ben ik, heb ik iets meer, meer rust is, in mijn kop. Nou ja, 100%. Ja, ja, en ik doe gewoon ook dingen, dat is in de meditatie, maar ook gewoon wel inderdaad ademen. Maar dan gewoon even als ik uh, op de fiets zit, gewoon ja. even, als zijn het vijf ademhalingen, gewoon heel bewust ademen. Ja. Dan kom je ook mm -hmm. weer even in het moment. Ja, en ja, dat werkt misschien nog wel beter. Gewoon kleinere momenten vaker doen dan inderdaad die tien minuten die gewoon voor veel mensen lastig is. Ja. Ja, precies. Ja. Doe je ook dingen als sauna, ijsbaden? Dat het, uh... Ja, ook allemaal, man. Ja. Ja. Ik heb uh, nice. veel gewerkt met een ademcoach, Robin uh, Vredeveld. heb hebben we ook gesproken. Ja. Ja. Uh, Toffe gast. Ja, ja. dus echt. van hem heb ik heel veel geleerd over ademhaling. Uh, veel uh, koude training gedaan. Uh, en nu doe ik dat een beetje zelf. Af en toe doe ik met hem nog een sessie. Maar ik heb van hem gewoon zoveel geleerd dat ik veel, uh, veel zelf ga ja. Hoe Zoals, doe je dat? Man. Cold exposure? Hoe uh, pas je dat toe? Uh, ijsbaren man. Ja. ja. Thuis gewoon? Of, uh... nou, we hebben er een op de gym. Die heb ik al een tijdje niet gebruikt. Want die heb ik in een uh, voorbereiding. een jaar geleden veel gebruikt. Maar ja. dan ga ik gewoon naar uh, de Renaissance zitten in Amsterdam. En daar mm. ga ik gewoon. Uh, ja. Ijsbadje. Zit dat bij de W daar? Uh, nee, het zit op de Zuidas. Oh, daar was het. Ja. Ik zie dat het bij mensen langskomen. Ja, ja, ja. Dat is die heel industrieel zitten ja, daar. Ze zien altijd allemaal van die gasten haar foto's maken. Ja, ja, ja. Oh, jij bent daar. Ja, ja, ja. Oh, jij bent, daar. Ja, ik jij bent gelijk, die guy. Ja. Ja. Hoe lang doe je dan uh, Vijf minuutjes of zo. Hey, Met hoofd, zonder hoofd? Hoe bedoel je? Onder Onderwater water vijf minuten? <laughs> ja. Nee, zo weet ik. Nee, ik doe het dag gewoon tot mijn nek. Ja. Uh, nee, hoofddoe, heb ik misschien één keer gedaan. Daar ga je wel heel slecht op, ja. <laughs> ja, daar is echt niks level. Nou, hij zei, je wat zei? Ja, maar mijn ijsbad is pussy. Wat dan? Ja, ja, ja. Nou, ik heb mijn ijsbad gewoon op mijn, mijn balkon ja, ja, ja. staan nu. Dus ik wil hem gewoon de winter doortrekken. Ja, okay. Ik had het, zeg maar laatst, ik had mijn hoofd eronder. Maar daarna, omdat het temperatuurverschil minder was met buiten weer, ja. was het eigenlijk minder koud in het bad. Ook, ik zit nu op 10, 19 graden of zo, dus het is nog niet echt. Waarschijnlijk ja, is dat, dat wel het ijsbad nee. daar waarschijnlijk 2, 3 ja, graden Ja, daar komt het ijs erin. Dat is echt ja. next level. Ja, als oh. je dan met je hoofd onder water gaat, dan ga je ja, onderkoeld ja. koelte. Ja. Ja. Ja, ja. ja, en dat doe ik gewoon samen met sauna, die twee. Ja. En dat, uh, ja. Vind je dat moeilijk om te doen, ijsbaden? Nee, man. Ja. Nee, nee, ik heb het zo vaak gedaan dat uh, als, je, als je het eerste minuutje overleeft, dan zit ja. je gewoon lekker. Zelfs met mediteren. Toch, ja. Hoe vaak je doet. Eigenlijk heb je gewoon inderdaad... Maar sauna en ijsbaden zijn ook weer, dan ga je ook weer een soort van mediteren. Ja, eigenlijk ga ik gewoon wel ja, in je kop zitten. Ja, ja, ja man, ademhalen, hey, man, een extreme goeie. versie zeg maar voor mij. Ja, ja. ik, ik was wel, we... wel meer met uh, uh, in de sauna. Want dat is lang toch? Dus ja, ze dus zijn echt vervelend, een half uurtje gewoon. Gouw, viertje, gewoon uh, ja, en je kan ook niet echt chill ademen. Als je echt diep inademt, dan zijn we niet echt op je longs. Gaan, ja, 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 ja. Ik is niet goed. Ja, 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 Nee, man, ik, uh, sauna is goed, ik doe meestal een kwartiertje. Dat vind ik het ook wel prima weer. IJsbaden is ja. dus niet voor jou, hè? of wel? Nee, nooit oh, de ijsbaden. Ja, koude douche. Maar toen uh, was ik weer een week op vakantie. Nu moet ik het weer <laughs> even introduceren, <laughs> toch? Maar de hele ochtendroutine. Ik deed eerst tien dingen of zo, weet je. Achter elkaar. En dan... Te veel, ja precies. En nu moet ja, dat weer veel. allemaal weer langzaam ja, erin man, integreren. Man. Maar het kost ja, allemaal ja, weer ja, tijd. Ja, ja, en ik ja. denk van, nou, ik wil gewoon snel klaar zijn. Maar ik ga ja. wel weer. Meestal doe ik dan als, uh, koud douchen. Ja. Maar dat doe ik gewoon puur echt om mijn uh, lichaam een shock te geven. En doe ik het gewoon 30 seconden. Nog wel even wakker te worden. Even wakker ja, worden. Ja, precies. Dat is stom. Dat uh, scheelt ook. Ja. Het is wel echt bizar hoe een ijsbad, zeg maar, ook van uh, het, de ontwikkeling die je daarin doormaakt. eerste keer dat je in een ijsbad gaat, kun je jezelf niet controleren. Nee. Je kunt er niet in zitten. Je bent nee. ook heel bang, tevoren, ja, precies, je bent ja. heel bang om erin te gaan. Ja, precies. Je bent heel bang om erin te gaan. En op een gegeven moment als je het een aantal keer doet, ga je er gewoon in. Weet je, ja, het wordt wel kut. Maar ja, precies, fuck ja. it. Ja. Het is wel grappig hoe erg dat ontwikkelt. Ja, man. En ja, maar ook, maar daar leer je ook gewoon die drempel, toch? Die ja. drempel overgaan. Ja, zeker. Ja. Ja, ja. het is grappig om te zien bij anderen. Ik ging het van de vorige winter of zo had een vriend met een hottop in zijn mm -hmm. tuin staan. Het was echt uh, januari of zo. Dus dat ding was echt teringkoud. Geen helemaal dicht met ijs. Mm -hmm. dus we hadden hem helemaal ja, opengemaakt. Ja, ja. Toen gingen we daar met ook mijn vriendin ging helemaal slecht die ging erin ze zei, nee ik ga eruit nee ik ga eruit ja. ze worden gelijk ja. uit wij zo joh doe ja. relax allemaal dus je hier controleer op, je ja. ademhaling en dan ja. is het best als je prima door al begin dan wordt het <laughs> ja. ik ja. vond het niet ja. uit En ja, maar daarom is het ook wel een mooie tool ja. Ja. ik gebruik het meer als tool voor bijvoorbeeld na het sparen Dus echt recovery ja. dan merk ik echt de wereld van verschil ik vroeger sparen dan op vrijdag en uh, dan kon ik best wel zaterdag en zondag gewoon nog steeds voelen in mijn lijf maar als ik dan een, een ijsbad sessie en ademsessie had gedaan dan was ik volgende dag gewoon helemaal oké okay. Ja, dat is lijp. Ja, dus dat kan wel ja, echt. Dat mm -hmm. Ja, dat is wel echt. Tof. Ja. Goed om word, te man. introduceren eigenlijk wel. Goed om te introduceren. Voor, in, in kamp, ja, ja, ja. ja 100% ja. Alleen, dat is wel zo toch, als jij uh, een hoge maat van cold exposure krijgt voor je spieren. Ja, nooit na krachttraining inderdaad. Nee. Nee, dat nee. wil je niet na krachttraining nee, 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 ik deed altijd na het sparen eigenlijk. Ja. ja. ja weer een nieuwe uitdaging dat dat ja. we niet goed samen werken ja fuck is nooit nou, goed wel. ja, ja, ja fuck nooit goed taas, ja, man. <laughs> ja ik had het ook laatst. Ja. met kickbox ook ik had misschien helemaal gehoord ik deed ijs erop ging praten met een uh, fysio Die, echt een super slimme kijker dus ook niet goed hij doen we me niet meer man ja Heel ik zou het ook gelijk nog steeds ja, ja ik, hoe, zo, Hij zei, nee ja. de zwelling moet komen zelfs zelf, de zwelling je zelf uh, het ja beter. precies dus dat heb ik ook wel gehoord oké ja weet ik niet ja het is mooi hoe dat allemaal ontwikkeld. Ja, het vernieuwt zich allemaal. Toch? Ja, man. Ja, man. Ja, man. Levi, ik ben uh, benieuwd naar je volgende gevecht, man. En, uh, ik ook, man. Misschien zien we van het weekend nog ergens Ja, bij Glory. Ja, 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 we ja, kunnen zeker. hem niet missen, bro. Nee. nee. Dus op zo dat is lopen. aan de ene kant waar, maar als er meerdere zwaargewichten allemaal lopen die komen vesten, kijken, ja, dan zie dus ik ja, helemaal ja, monsters. Dan ben ik één van. Ja. Ja. Ja, Levi, de vraag is meer, hoe laat kom jij? Want volgens mij was jouw oh. vorige keer gegaan. Oh, ja. maar, dat is laat. Nee, wel, nee, vroeg. was hij oh, ik, oh. ik ben een Hollander. Ja, gewoon lekker op tijd. Half maar zes ben, gaat hij open. Ja. Ik ben er kwart over vijf. Uiteraard. Ja, was was uit. hoe, laat, hoe laat begon het programma? Zes uur. uur. Nee, zes uur. Oh, ja, maar de, ik ja. zit daar om zes uur. Prelims beginnen. Ik denk, joh. Iedereen hier heeft best wel veel geld betaald voor een ticket, waarom zijn jullie er Ja, die niet? prelims ja. worden vaak geskipt, maar het is wel beter, want anders sta je in de file altijd voor de deur. Je kan beter gewoon lekker op tijd dat is zijn waar. en die prelims ja, zijn man. nu ook gewoon wel goede wedstrijden. Ik vind het wel leuk reager, om te kijken. Man. Man. Dus dat, ja, Sowieso ja leuk. gelijk gewoon lekker op tijd komen. Ja, ja, top. Dat ja. ja, ga ik ook doen. <laughs> ja, en deze keer gaat het echt druk worden, want ja, ik man. was vorige keer bij dat uh, toernooi waar Momina aan meedeed. Ja, ja, ja. Dat was natuurlijk nog wat minder, Ook dit echt... Dat was Gelderland. Ja, precies. Gelderland is altijd wel vol en druk. Ja, man. Maar deze keer zien, wordt het waarschijnlijk ja. gek, thuis. Ik heb er zin in, man. Ik ook, man. Voor de uh, top. Mooi garen, ja. Oh. Top, man. Leuk. Zien we jullie morgen. Zien we dan? ja, Dank ja, je ja, wel. Dank jullie wel, boys. Morgen. Ik zie jou of, mo uh, of morgen. Overmorgen. Ja. 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 <laughs> morgen. Jij gaat morgen pas zitten. Ja, is zit <laughs> sowieso tijd. Vrijdag is normaal onze podcastdag. Hè. Oh ja, oké. Okay. Snap ik, man. Leven bedankt, het. man. Dank jullie en, wel. En uh, we spreken elkaar. Ja. Ik Ciao. Thanks. Later.